Bedankt voor dit spontane, niet ingeleide applaus. Geweldig. Welkom op mijn dvd-opname van mijn zoveelste dvd. Het interesseert me al geen hol niet meer. Trek het u niet aan, amuseer de wagen gewoon. Hè? Ik had zelf geen idee wat ik vandaag ging doen. Mijn dochterke vroeg het nog aan mij. Die zegt, wat ga je doen vanavond, papa? Ik zeg, ik ga de mensen van de stad Schouwburg gelukkig maken. Met de kracht van de lach. Mijn dochter was niet onder de indruk. Dat is die tegenwoordig nooit. Hè, want die is intussen al 8 jaar oud. Dat gaat zo snel vooruit. Hè. Mensen die kinderen hebben hier in de zaal zullen perfect begrijpen wat ik bedoel. Het leek als de dag van gisteren dat ze nog in mijn onderarm paste en dat ze van de papfles kon drinken. En voordat je het weet, zitten met je vrouw en je dochter aan tafel en je zet hem vooral aan het vertellen dat je zelf behoorlijk boeiend vindt. Die kijken met tweeën naar elkaar, die kijken naar mij en die doen dit. En vanaf het eerste moment dat mijn dochter met haar ogen naar mij rolde, wist ik, het is gedaan. Ik heb officieel geen kloten meer te zeggen in mijn eigen huis. Het is voorbij. De hiërarchie bij mij thuis is nu als volgt. Mijn vrouw, mijn dochter, de kat, ikke. Dat is het. Het is gedaan. En vroeger, elk woordje wat mijn dochter zei toen dat een baby was, een kleuterke, ik vond dat allemaal een mirakel. Elk woordje. Mama, papa. Bal, bal. Ballen, ballen. Meervoud. Maar dat was een mirakel. Dan liep ik naar mijn vrouw. Ze heeft weer een woordje gezegd. Terwijl nu zou ik willen dat ze wat minder woordjes zegt op een dag. Want van het moment dat ze haar oogjes open doet, totdat ze s'avonds haar hoofdje terug te slapen legt op het kussen, stopt dat mondje niet mee gaan. En ik heb het er nogal moeilijk mee. Vooral 's ochtends. Want ik ben geen ochtendmens. Hè? En ik breng haar ook met een auto naar school. En ik ben ook geen automens. Want vanaf het moment dat ik in een auto stap, haat ik heel de wereld. Maar dat is ook niet moeilijk, want gewoon rijden allemaal gelijk debielen. Ja, dat begint al vanaf dat ik mijn straat uitrijd, de eerste auto voor mij. Dat is zo, oh ja, tuurlijk, pinken, dat gaan we niet doen. Hè? Dat was een accessoire bij de auto, dat was optioneel, dat staat er niet standaard in. Ik moet niet weten waar dat gaat gaan, zolang dat je het zelf maar weet, zeg ik altijd. Hè? Oh, 4 pinkers op in een enkele richtingstraat, tuurlijk, dat ik zal wel wachten. Het school begint wel later, dat is geen enkel probleem. Oh, we gaan achteruit rijden. Je weet niet waar je bent. Dus ik zal wel even achteruit in parkeren. Terwijl ik dat doe, fietsers en voetgangers, wandel maar rustig achter mij door. Want ik heb ogen van achter op mijn kop als ik manoeuvreer. Ik ben uiteraard alleen maar met jullie bezig. Oh ja, tuurlijk, bakfiets, steek mij anders voorbij. Geweldig. Dan kan ik tegen 2,5 kilometer per eeuw achter u aanrijden. Zodat ik zeker als ik aan school arriveer al uw stickertjes gelezen en die daarop plakken. He? En dan gaat mijn dochter intussen al naar het tweede middelbaar. Ja, tuurlijk. 2 bakfietsen, even 1. Nog beter. He? Kunt je nog een gezellig babbeltje doen? Quinoa. Nou, 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 nou. En terwijl dat allemaal aan het gebeuren is in het verkeer, stopt mijn dochter in de auto naast mij niet met praten. Ja, ik wou Frozen spelen op school en ik mocht dus niet meedoen met Fran en Uma, maar ik wou Elsa zijn, maar die wouden ook Elsa zijn. En ik had nog thans mijn blauw kleedje aan, dat zo zwiert wanneer ik beweeg. Dus ik vond dat ik zelf echt veel meer Elsa was dan Uma. En ik zit gewoon te hopen dat die 1 seconde inademt. Gewoon dit. Alleen dat, zodat ik een kleine zen-bloementuin in mijn hoofd kan creëren. Maar die doet dat niet. Dat kind ademt niet. Volgens mij die kieuwen achter haar oren. Dat kan niet anders. En ik heb een toverstaf die in één als je erop duwt, dat is zo... Let it go, let it go. Zingt en... Dat is waanzin. Als ik die aan school heb afgezet, zijn ik kapot. Dan moet met een dag nog beginnen. Nou, gelukkig heeft ze wel een goed gevoel voor humor. Benieuwd van wie ze dat gekregen heeft. Hè? We zaten samen op de radio te luisteren. En er kwam een liedje op van Het Goede Doel, België. En je kent het allemaal. En het refrein gaat als volgt. Hè? Is er leven op Pluto? En mijn dochter, nee. Dan wil ik hier koppen zo vastpakken. We spelen samen ook het scheetenspel.
Dat is geweldig. Hè? Zo, ik en Amy, als wij een scheet moeten laten, dan verwittigen wij elkaar. Hè? Dan roep ik naar haar of zij naar mij. Amy! En dan kijkt hij naar mij en doe ik dit. En dan doen wij alle twee dat. Yes! Mijn vrouw wordt er zot van. Hoe voelde jij die nu op? Dat is een meisje. Zeg, ik wou een jongen, ik maak er het beste van. Dank je wel. Even een drankje gaan halen op dit 5 kilometer lange podium. Oh, man. Ik ben wel 1 tree terug naar omhoog gegaan in de familiehiërarchie, dames en heren. Want de kat is dood. Daar heb ik lang op gewacht. Scooby de kat is heen gegaan, dames en heren. Scooby, Scooby de kat. Scooby, Scooby. Dat is nog nooit! Het is ook niet moeilijk dat dat beest zo fucked up was. Elke keer dat wij die riepen, had hij waarschijnlijk een gigantische identiteitscrisis. Scooby! Ah! I don't know! Scooby was 19 jaar oud, helemaal versleten. We brachten ze naar de dokter, ze lag op de tafel. En de dokter sprak de verlossende woorden: we gaan haar moeten laten inslapen. En dat was eigenlijk een onverwacht emotioneel moment. Ik stond er met mijn vrouw en mijn dochter en mijn vrouw maakte er zo'n heel mooi verhaal van voor mijn dochterke. En Scooby gaat nu slapen. En dus geeft ze een kusje, neemt afscheid van Scooby en zegt: slaap wel, Scooby. Slaap wel, Scooby. Mijn dochterke naast mij met traantjes in haar ogen: slaap wel, Scooby. Ik heb daarachter in mijn kop: celebrate good times, come on. Ding dong, the witch is there. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Do, 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 do. This is the ice cold, myself fight for that white gold. Maar dat kon ik natuurlijk niet laten zien. Jullie vinden mijn reactie misschien een beetje gemeen. Hè? Dat ik een beetje hardvochtig ben, dat ik zo reageer op de dood van een huisdier. Maar je moet snappen wat mijn relatie met die kat was. Wat mijn geschiedenis was met dat beest. Hè? Dat was de kat van mijn vrouw. Zij had die al toen wij pas samen waren. En dat heeft 2 jaar geduurd vooraleer dat beest mij niet op zicht aanviel. Vanaf het moment dat hij mij zag, die pupillen, die oren, die staart, die klauwen, die viel mij ook aan van de meest onmogelijke hoeken. Ondersteboven hangend om de keukentafel. Als ik in bed lag, rappelde die met een touw van het plafond naar beneden. Ik kwam nog maar een kamer in, die kop begon rond te draaien, die kotste heel de muur onder. Satan is Lord, Satan is Lord, red rum, red rum. Ik met mijn crucifix met de Heer Jezus erop. The power of Christ compels you, the power of Christ compels you. Out, demon, out. Die kat was maar ik dacht aan Alex, denk aan je vrouw en je dochter, neem afscheid van de kat. Dus ik stap naar Scooby. Slaap wel, Scooby. Het laatste dat dat kutbeest doet. Ik verschoot zo hard dat ik die gewoon van de tafel heb afgegooid. Ja, dat sputje gewoon niet meer moeten, denk ik. Maar geef het toch maar, om zeker te zijn. Ik wil dat pootje nog een paar keer zien trekken. Zo'n plaske kak op de grond, dan weet ik zeker dat hij niet terugkomt. Hè? Ja, die kutkat kennende stond hij 3 dagen later terug in mijn woonkamer. Zo'n Walking Dead kat. Hè? Snel, de kruisboog. En toen kwam ik erachter, dames en heren, in de stad Schouwburg in Antwerpen, dat er nog iets erger bestaat dan een oude, versleten, gemene kat. En dat zijn 2 dartele, kerngezonde, jonge katjes. We hebben er 2 lief. Ja, ik ben terug 2 treeën van de ladder naar beneden gedonderd. Het zijn ook 2 vrouwen. Ik heb nog minder te zeggen thuis dan voorheen. En ik blijk ook nog eens allergisch te zijn om die beesten. Dus ik zit een hele dag thuis in mijn eigen zetel. Mm-hmm.
Met een puffer. Ik, Alex Agnew, met een puffer. Laatste beetje autoriteit dat ik nog over mijn dochter had, is nu ook helemaal weg. Amy, luister naar uw vader en ga naar uw kamer. Ja, dat is nog wat kloten, hè. Mijn vrouw pakt er dan een pilletje voor. Ik denk dat had ik tegen u ook kunnen zeggen. Maar ga, wou per se kinderen. En nu heeft mijn dochter het in haar hoofdje gehaald dat ze een papegaai wil. Applaus van één persoon. Het is papegaai, man. Ha! Wat een raar applaus was dat. Meer mensen zouden een papegaai moeten winnen, vind ik. Waarschijnlijk een piraat, zo'n houten poot naar buiten. Oh, man. Papa, ik wil een papegaai. Ik zeg, waarom een papegaai? Omdat je kan praten, papa. Ik zeg, je gewoon nooit iets kunnen zeggen, want jij houdt geen 2 seconden in je bakjes. En als ik trouwens iets in huis wil dat mij een hele dag lang gewoon napraat, zonder het een idee heeft waarover het bezig is, dan babbel ik wel tegen uw moeder. Als die 2 zinnen tegen mij zegt, hoort ik in mijn kop toch automatisch aan. Dus eigenlijk mag het geen kloten het. Ik heb trouwens ook nog wat research gedaan naar de papegaai. Blijkt dat die beesten tot 80 jaar oud kunnen worden. 80 fucking jaar. Ik zat uit te kijken naar een rustig eind van mijn leven als weduwnaar. De stille laatste jaren, zonder gezeik aan je hoofd. Toch weer zo weet hij nou, als dat een hele dag op u aan het roepen is. Hé, hey, sportpalaas, die vaalzakken zitten nu nagen niet buiten. Zijn, hè? Jullie begrijpen waarom ik terug begonnen ben met comedy, dames en heren. De situatie thuis was onhoudbaar. Want ik ben even weg geweest van comedy. Ja, 3 jaar lang. Om te gaan toeren met mijn metalband, Diablo Boulevard. Ja, goed. Dankjewel. Dank u. Ik wou in het buitenland gaan spelen. En als je dat wilt doen, dan moet je ook zorgen dat je een buitenlandse... en een internationale platendeal op zak hebt. En na heel veel omzwervingen is het ons gelukt, dames en heren. En ik kan zeggen, wow, voordat je applaudisseert, want het is nog graver dan dat. Wij zijn als eerste Belgische band ooit getekend door het grootste metal label op de planeet, Nuclear Blast. En ik ben daar heel fier op. Ja. Dank u. Ik ben daar zelfs trotser op dan op de geboorte van mijn eigen dochter. Ik heb alleen de fout gemaakt om dat ook exact op die manier tegen mijn vrouw te verwoorden. Dat is een moment van tijdelijke verstandsverbijstering. Het was eruit voordat ik het wist. Hè? Schatter, zeg ik na 4 roep dan op de geboorte van ons dochter. Nuclear Blast. En ik hoor dan alleen in mijn kop. Mijn vrouw, allee, wat zeg jij nu? Hoe kun jij nu zeggen dat je trotser bent op een platendeal dan op de geboorte van je eigen dochter? Ik zeg, voor die platendeal heb ik godverdomme moeten werken. En dat is een mega compliment voor mijn vrouw, want die doet alles. Hè? Ze heeft haar 9 maanden gedragen in haar schoot. Ze heeft haar gebaard. Die staat in voor 98% van de opvoeding van dat kind. Mijn enige bijdrage bij mijn dochter was... Ik kon komen in uw gezicht. Te laat. Dat was het. Dat en... Allee. Hoeveel is het? Tell it like it is. Oh man, we hebben coole dingen gedaan met een band wel. Dat moet ik wel zeggen. We hebben in Amerika gespeeld met een band genaamd Life of Agony. Al ooit van gehoord? Life of Agony? Ja, cool. Hè?
band uit New York, spelen zo wat metal, hardcore. Een band waarvan de zanger nu een zangeres geworden is. Die heeft zich laten ombouwen. Dat is een transgender, zoals de Frankie van thuis. Of Kaat nu. Dat is een beetje hetzelfde. Die heette vroeger Keith Caputo en die heet nu Mina Caputo. En ik ken hem slash haar al jaren persoonlijk. En ik kwam nooit overeen met Keith. Maar ik kom keigoed overeen met Mina. En dat bevestigt weer een van mijn vele nutteloze theorieën. Dat als je ergens een schoon stel tieten aanplakt, ik bereid ben om heel veel onzin door de vingers te zetten. Maar die zien er goed uit. Dat valt keigoed mee. Zo'n klein, fijn dingetje, grote ogen, schoon tetjes, goeie poepekers. Ik dacht, boah, nog een pint of vier in. We zien wel wat er gebeurt. Hè. Alle gasten in de bed. Die was ook met mij aan het flirten trouwens. En ik vond dat eigenlijk leuk. Ja, ik was zo wat geflatteerd. Hè. Dan kan die voorbij zo, hey you. Ik zo, hey. Hè. Zo dat. Alle gasten in de band mij gaan tutlachen. Allee, gast, die nog altijd een Piet. Zeg, heet je nog altijd een Piet? Heeft hem een Piet, dan is het Kiet. Heeft hem een vagina, dan is het Mina. Ik dacht, ik kon dat op een t-shirt laten zetten, maar zo goed kennen we elkaar nu ook niet. Dus misschien nog even wachten tot de volgende tour of zo. Al die gasten, allee gast, hoe kun je daarna mee flirten? Die heeft nog altijd een Piet, dat is een gast. Ik zeg, ja en dan? Die heeft kaas, schoon ogen, schoon poepetjes, schoon tetten. Zelfs als het een griet was, was ik toch van plan om ze droog in de nol te gaan pakken. Dus wat mag het eigenlijk uit? Kan ik nog een reach around doen, die penis vastpakken en mij inbeelden dat het de mijne is? Mijn god, hij is gigantisch. Ik heb dat wijf gespietst. Van de kont door de kut. They shall call me Vlad, the Impaler. Toptour. Een van de mooiste festivals waar ik ooit gespeeld heb in mijn leven was het Metal Days Festival in Slovenië. 10.000 kilometer naartoe gereden, door de bergen. Dat is het mooiste festival dat ik al ooit gezien heb. Ja, het podium ligt vlak aan een bergflank, daarnaast loopt een rivier. Het was 38 graden. Ik dacht, dit wordt het beste optreden aller tijden. We bestormden met een band het podium. Ik sprong bovenop de monitors en riep... Slovenia, are you ready? En ik hoor... Hey! 50 Belgen. Waarvan twee met een spandoek, Antwerpen is parking. Bleken twee West-Vlamingen te zijn. 10.000 kilometer gereden, puur om te zeggen... Hey Antwerpen, naar al wat je zegt bij jezelf, fuck you. Dedication. Daar hou ik van. Ik ben ook veel in het voormalige Oostblok gespeeld. De zatste mensen die ik al ooit in mijn leven gezien heb. Hongarije. Alle mannen in Hongarije zien eruit als een iets lelijkere versie van Ivan Drago, het Rocky IV. Allemaal gigantische beren met vierkant haar en camouflagebroeken, een goeie oorlogstrauma. He? Die kloppen op u, maar die bedoelen dat goed. En ik stond aan de t-shirtenstand na de show. Er kwam een reus van een gast recht op mij afgemarcheerd. Je kijkt in mijn ogen en je zegt... You. I like you. I like your band. My name is Zoltan. You drink with me. Ik stond er... Okay, Zoltan, what do we drink? Beer? And you... No, we drink this. And you haalt een ijzeren heupfles boven. Zeg, what's that? I made it myself. Dat's nooit goed. Zeg, what's it called? Geen zeven. What's it called? It is called Boratsk. Zeg, sorry? Boratsk! Ik dacht, dat is gewoon Kazachstaans mannenbalzweet uit een fluo-groene string geknepen. Jezus, dat komt niet goed. You drink! Ja, ik durfde niet anders, dus ik nam één slok. Ik was blij dat ik mijn zonnebril nog op had, want ik heb er ineens een witte stok en een hond bijgepakt. Bij een tweede slok zei hij 10.000 van mijn hersencellen, wij zijn ermee weg en wij komen nooit meer terug. Bij een derde slok sprak ik vloeiend Hongaars. En bij de vierde slok, ja, daar weet ik niet veel meer van, maar ik werd de volgende ochtend wakker met sier in mijn gat, dus het zal wel een feestje geweest zijn.
En aan de trottoirafdruk in mijn gezicht te zien, was ik de receiver en niet de giver. In het voormalige Oostblok nemen ze het niet zo nauw met politieke correctheid. Daar zijn ze niet mee bezig daar. Als wij onszelf hier al racistisch vinden, wij hebben geen idee. Wat wij hier racisme noemen, noemen ze in pakweg Roemenië woensdag namiddag. Ik kwam daar een gast tegen op een metalshow. Die droeg een t-shirt en ik moet toegeven, ik moest er wel heel hard om lachen, want het is mijn soort humor. Maar ik denk dat hem het meende. En het zou een t-shirt zijn dat ik best zelf zou willen aandoen, maar ik durf het gewoon niet. Ik raak daar niet mee weg. Hè? Er stond in het groot op, what about all the good things Hitler did? That tickled my funny bone. Dat is ook een t-shirt waar ik over ga nadenken. Hè? What about all the good things Hitler did? Nu, Hitler, hè? Hij was niet perfect. Hij had zo zijn foutjes, de Adolf. Maar hij heeft ook goede dingen gedaan. En vooraleer je nu allemaal op je achterste poten gaat staan, alle goede dingen die we gekregen hebben van Adolf Hitler, gebruiken we tot op de dag van vandaag nog steeds. Wie was de ontwerper van de nazi-uniform? Hugo Boss. Iedereen weet dat, hè? In elke zaal dat ik dat vraag, iedereen weet dat. Hugo Boss, de ontwerper van de nazi-uniformen. En toch dragen we die zijn kleren nog altijd. Het is gewoon een kostuum, hè? Die in de Tweede Wereldoorlog. Hoe erg was dat nou eigenlijk ook echt? Hè? Een nieuwe paalstellerij, het maar vraagt. Een mooi kostuum mag vriendschappen kosten. Dat bijna applaus gehoord, dat was een goed gezoek. Je begint al te rieken waar dat ze zitten. Geweldig. Je heeft een nazi-uniform ontworpen, Hugo Boss. Oké, toegegeven, hè? En toch dragen we die in zijn kleren nog. Dat is zo raar. Maar we moeten wel toegeven, het zijn misschien wel de mooist ontworpen militaire uniformen aller tijden. Hè? De SS-uniformen vooral. En met die pofbroeken en die hoge laarzen, helemaal in zwart, rood, wit, die kepie met die doodskop. Dat ziet er fantastisch uit. Zelfs de Joden moeten in die tijd gedacht hebben. My God, look at those uniforms. You have to say that is magnificent. If we are going to be killed, tortured and raped by anyone, I am glad they look as good as those guys over there. Because you have to say it's fantastic. I'm not too happy what the designer did with our clothes, the pyjama look. I'm not really liking this very much. With the stripes and the yellow star, which clashes with my eyes, and the pants, which makes my ass look fat. Everybody in the cab, sing with me. We want the same designer. We want Hugo. We want Hugo. Zo is het ongetwijfeld gegaan. De Holocaust, een groter feest dan we eerst hadden vermoed. Zo, klacht nummer 374 van de Joodse gemeenschap in de pocket. Je moet ze niet teleurstellen, dames en heren. Geef het volk wat ze willen, zeg ik altijd. Zonder mij heeft Michael Freilich toch geen bestaansrecht. Kan hem nog eens op tv komen. Hè? Bedankt voor dat gedeeltelijke applaus. Altijd goed. Hugo Boss. Ja man, hoe fout moet uw verleden zijn vooraleer dat we zeggen, nu is het genoeg geweest. Hè? Welke reclame moeten we zien van Hugo Boss vooraleer dat we stoppen met die zijn spullen te kopen? Wat moeten we zien? Holocaust, a new fragrance by Hugo. Zou dat genoeg zijn? Waarschijnlijk niet, hè. Zouden we dat nog dragen zo? Dat ga je Holocaust van Hugo. Oh, ik dacht al, ik rook verbrand haar en gouden tanden, dus dat zou wel kunnen. En wat ga je aan? Oh, de speciale editie, Cyclone B. Oh, cool. Cyclone B, it's a gas by Hugo. It's a gas. Zou dat genoeg zijn? Nee, ik weet het niet. We zullen het waarschijnlijk nooit leren. Wat hebben we nog gekregen van de Adolf buiten
Hugo Boss, de autobaan. De autobaan, hè? Geïnspireerd op de oude heirbanen van het Romeinse Rijk. Het verbinden van de veroverde territoria, zodat je legers sneller kunt verplaatsen, sneller lange afstanden kunt afleggen. De autosnelweg. En we gebruiken hem nog iedere dag, dames en heren. Hè? Ik gebruik nog iedere dag de autosnelweg. Allee, gebruiken, hè? We wonen in Antwerpen, dat is gewoon de ring op. Zo, dat was het weer al voor vandaag. 4 pinkers op. Geduldig wachten, 8 uur later raak ik gewoon naar huis, kapot gestresseerd. En liever, toen was het druk, druk op de weg, druk. Vraag er niet naar. Ik was bijna in Borgerhout, bijna. Somewhere over the rainbow. Want man, ik word er zot van dat verkeer hier. Ik bedoel, het is overal in Vlaanderen erg, maar Antwerpen, man, dat wordt toch vers. Elke aanpassing aan het verkeer is toch nooit een verbetering. Nooit, hè? Weet je nog die gouden tijden dat je met 2 auto's naast elkaar kon rijden? 2 baanvakken. Weet je dan nog zo rijden en kijken? Oh, dan rijdt nog iemand anders in dezelfde richting. Nee, nu al het 1 baanvak, zodat we allemaal wat traag achter elkaar kunnen aansokken. En die handige voorsorteerstrook, dat wordt ook iets uit de mythologie. Dat verdwijnt. Weet je nog, vroeger was er een strook. En als je naar rechts wou, dan kon je daar al op gaan staan. Zodat de mensen die rechtdoor wouden rijden, die konden dat gewoon doen. Ja! Terwijl nu halen ze die weg, hè, dat je rechtsaf moet en er steekt een oude waaf over. En die laat wat klaar geld vallen en die rokt dat doek en die reanimeert er een labradoedel. Dan zit de gader op te wachten en iedereen achter u ook. En dan kunnen we natuurlijk zo van 1 auto per licht gemiddeld staan we 20 jaar achter elkaar aan te sokken. Beter voor het milieu. Terwijl je naast u kijkt naar een 17 meter breed fietspad waar om de 2 uur ene fietser met een lont voorbij komt. En dat is het. Maar dan nemen we allemaal de fiets. Nee, man, pak de fiets. We pakken allemaal de auto. Ringland, Ringland, wanneer komt dat? Ik wil fietsen over Ringland, jee! Wanneer komt dat, hè? Dat mythische Ringland? Gras, gras overal. Boven de autostrade met eenhoorns en vlinders. Het gaat fantastisch worden. Wanneer komt het? Nou, de brug was niet goed genoeg, hè? Een referendum tegen de brug. En, zijn dat blij? Hetzelfde als de Brexit. Hè? Referendum. Laat het aan de mensen over. Dan krijg je nooit een goede beslissing. Heel Groot-Brittannië. We did. We left. Oh, shit. Ze hadden niet verwacht dat ze gingen winnen. Hè? Hetzelfde met ons. Geen brug. Dan kwam het Meccano-trafé. Dat is ook verdwenen. Hè? Ringland. Ik zie het ook nog niet gebeuren, ze. Het is meer afgekeurd, het is goed. En intussen komen daar maar meer en meer auto's bij. Ik word er zat van, man. Wordt mij verteld dat ik mij soms een beetje te druk maak in het verkeer. Onlangs nog eens, ik was op een verjaardagsfeestje van een klasgenootje van mijn dochter. Mijn dochterke was met de kindjes aan het spelen en ik stond tussen de mama's en de papa's, een beetje gezellig te keuvelen. Allee, gezellig. Ik was weer aan de tand op het verkeer, ik was weer aan het zagen. Ineens een van die moeders tegen mij, Alex, je moet niet zo kwaad worden op het verkeer. Want het fileprobleem gaat binnenkort opgelost zijn. Tell me more, tell me more. Zeg, wat weet jij dat ik niet weet? Zei, wel, het staat nog niet op punt, maar er bestaat nu technologie voor zelfrijdende auto's. Auto's die zichzelf besturen. Hè? En binnen een aantal jaar gaat dat ingevoerd worden en zelfs verplicht worden. En dan gaan we die allemaal hebben. En die auto's houden automatisch afstand van elkaar door middel van sensoren. Die laten andere auto's automatisch invoegen. Er gaat een constante snelheid aangehouden worden. De doorstroming van het verkeer zal enorm verbeteren. En files zullen langzaam, maar zeker iets uit het verleden worden. Ik dacht, wauw. Alleen, gaan we nu echt de verantwoordelijkheid van de besturing van een voertuig van pakweg 3,5 ton echt overlaten aan het voertuig zelf? Lijkt u dat zo'n goed idee? Vertrouwen jullie technologie zo hard? Ik heb thuis een toaster. Die neemt ook een knop.
Met veel standjes, maar dat maakt niet uit hoeveel dat ik eraan draai. Je neemt eigenlijk maar twee standen. Slap brood of zwart geblakerd in de fik. Moet mijn eigen maar omdraaien, de helft van mijn kat in brand. Mijn computer stelt soms ook rare vragen. Vindt printer niet, maar die staat daar. Die staat daar, daar, daar. Jij zegt dat daar. Ik wil niet in een auto zitten dat ineens zegt: waar is de snelweg? Waar is de snelweg? Ik weet niet waar de snelweg is. Ik ben een dromedaris met een palenstaart. Een dromedaris met een palenstaart. Ik zit terug naar een auto, relax, alles in orde. Nee! Wat kan in hemelsnaam het voordeel zijn van een zelfrijdende auto? Wat noemt me er één? Slapen. Zo'n alarm zeggen, dan kijk ik maar over. Drinken, denk, zat rijden. Ik hoorde al iemand dat zeggen, zat rijden. Maar dat is het. Maar dat is wel cool, natuurlijk. Hè? Ja, maar als je nu een paar een beetje te veel gedronken hebt, hè? En je stapt in een auto, je beslist toch van naar huis te rijden. Oh man, die Oscar-winning performance die je dan weggeeft wanneer je tegengehouden wordt door de politie. Heeft u gedronken vanavond, meneer? Twee pintjes maar dat is al even geleden, ze. Terwijl in uw zelfrijdende auto moet u zelf nog niet doen alsof u kunt gewoon uit een auto vallen. Hè? Hallo! Hallo, meneer de police! Ik heb een kaka gedaan. Oh, 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 er komt nog iets terug. Oh, bla, 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 bla. Wat is het? Rijd me een auto weer niet goed. Je weet hoe dat hem raadt wanneer ik gezopen heb. Politieman. Politieman. En ze kunnen nu niks maken. Mooi voordeel wel, dat is wel zo. Maar come on, geef toe. Een auto besturen, er komt toch heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Je bent verantwoordelijk voor je medepassagiers, voor alle mensen rondom je. Je moet alles in de gaten houden. En je maakt soms ook waardeoordelen. Come on, wat ik bedoel, ik probeer te remmen voor ieder levend wezen. Maar in een moeilijke verkeerssituatie maakt het toch een onderscheid tussen een konijn en een kind. Niet? Allee, ben ik de ene? Bedoel, als het moeilijk is en je weet, shit, anders wordt het een botsing. Als dat een konijn is, dat is zo, sorry, Bugs. Kill the wabbit, kill the wabbit. Terwijl voor een kind, ik zal altijd remmen voor een kind. Onder alle omstandigheden. Behalve die kleine vervelende van de buren. Maar dan pak ik gewoon een knieken mee. Die moet niet dood, hè? Gewoon een knieken. Dat hij voor de rest van zijn leven nog maar denkt dat het koud is. Maar die auto, die maakt zelf beslissingen. God je dat verschil zien? God je dat waardeoordeel ook vormen? God je dat doen? God je überhaupt stoppen? Ik weet het niet. Een kind of een konijn? Kom, we maken het nog moeilijker. Een kind in een konijnenpak. Dat is gescheten, hè? Maar dat was een kind. Voorwerp werd niet herkend als mens. Maar het is carnaval. Carnaval is voor Mongolen. Goeie punt, daar kan ik niks tegen. Touché, deze is voor jou. Maar we maken beslissingen in de auto. Hè? Soms beslissingen op leven en dood. Zotte dilemma's. Stel je voor, hypothetische situatie. Vrachtwagenchauffeur verliest controle over zijn voertuig. De vrachtwagen komt recht op u afgedenderd. Jij hebt twee keuzes. Ofwel een frontale botsing met die vrachtwagen, met waarschijnlijk de dood tot gevolg. Of je wijkt uit, maar je rijdt een vrouw en een kind omver. Nu, ik hoop dat niemand van ons ooit voor die vreselijke keuze komt te staan. Maar ik hoop ook van mezelf dat, mocht het mij overkomen,
dat het nobelste in mij naar boven komt en dat ik beslis om mijn leven op te offeren voor die vrouw en dat kind. Vaarwel, vrouw en kind. Leef voor mij. Leef iedere dag alsof het je laatste is. Carpe diem. En meisje, geloof in je dromen en ga ervoor. Je kan ze allemaal laten uitkomen. Vrachtwagen, hopelijk doet het niet te veel pijn. En valt dat hier namaals wel mee, ook al geloof ik niet. Is het misschien te laat om te bekeren? Waarschijnlijk wel. Fuck. 9 van de 10, de laatste seconde voordat ik die vrachtwagen raak. Ah, fuck it. Maar je weet het niet. Maar dan is het tenminste ook jouw beslissing. Hè? Terwijl die auto, artificiële intelligentie, een auto die voor zichzelf gaat denken en zelf beslissingen gaat maken, dat is gewoon kansberekening. Hè? Vrachtwagen, totaalgewicht 18 ton, kans op per totaal 90%. Vrouw en kind, totaalgewicht 98 kilo, kans op deuk in bumper 90%. Kan ik mee leven? Sorry. Maar je hebt een vrouw en een kind omvergereden. Er zijn mensen genoeg. Het grootste probleem is overbevolking. En dat waren bruine mensen, dat telt niet. Wat? Dat is een heel raar applaus, hè, stadsschouwburg. Dat snapt het toch? Wow, brolle mannen over hoe bruin. Bam! Zouden ze dat al verkopen, zo'n racistische auto? Zo'n Audi SS. Hè? Je zou hem nog kopen, ook in de klootzak. Waarschijnlijk wel. En hij marcheert dicht, hè? Maar een Marokkaanse buur wou instappen en hij deed de deur niet open. Jij komt er niet in. Vol is vol. Oh, man. Artificiële intelligentie in een auto die voor zichzelf gaat denken, daar kan toch nooit iets goed van komen, man. Met mijn chance wordt mijn auto dan ook weer een vrouw waar ik ruzie mee. Stap ik in, breng mij naar de stad Schouwburg. Ah, gaan we vandaag wel tegen mij praten, of wat? Wat heb ik nou weer gedaan? Je kon gisteren uw handen van die slit niet afhouden. Dat is mijn vrouw, ga ze een auto. Leef ermee. Ja, snap mij niet. Ga maar te voet. Trouwens, wie van de mannen hier in de zaal zet ze een GPS op een vrouwenstem? Wie doet dat? Ik doe dat. Wie doet dat? Eerlijk zijn. Kan u er niet uitpikken. Dus gewoon... En wie van de mannen zet hem op een mannenstem? Wie doet dat? Ja? All right. En waarom? Ik weet dat niet, dat stond zo. Dat is het meest nutteloze antwoord. Ik speelde vorige week in de Kempen in Mol. Oh man, er zat een gast in de zaal, die stak ook direct zijn hand op. Ik zeg, en waarom doe je dat we GPS op een mannenstem zitten? Wij verkennen de weg niet. Terwijl ik moet toegeven, ik vind dat raar. Uw GPS op mannenstem zetten. Een maat van mij doet dat en ik vind dat altijd raar. Ik zou dat zelf nooit aankunnen. Zo'n mannenstem in de auto. Sla hier rechtsaf. Zal dat ik wel beslissen. Je gaat tegen mij zeggen hoe dat ik moet zijn. Sla hier rechtsaf. Zal ik alsjeblieft eens rechtsaf slagen. Wat doen we? Terwijl mijn primitieve mannenbrein is al millennia lang geconditioneerd om klakkeloos de orders van een vrouwenstem op te volgen. Sla hier rechtsaf. Ik zal het maar doen, anders is het weer een week niet poepen en gezaaid. En ik vroeg het aan die vrouw op dat feestje. Ik zeg, oké, zelfrijdende auto's, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt die technologie? Ze zei wel, die auto's werken op spraaktechnologie. Je stapt in, je zegt je bestemming en die auto rijdt u daar gewoon naartoe. Ik zeg, oké, die technologie werkt dus niet in West-Vlaanderen. Arlehem! Arlehem! Breng me in Arlehem! Arlehem! Stem werd niet herkend als mens. Verdomme.
Zijn we niet verstaan, hé. We gaan weer moeten uitstappen, hè. Wat we moeten doen? Onder Lotto Fruit moeten doen, zijn we stemmen niet verstaan, allee. Kom eens even duwen, Rebecca, schatje. De Lotto, je bent weer niet begrepen. Kom aan, duwen. Rebecca, kom nu eens even even duwen, schatje. Waarom moet ik aan duwen? Niet Zagreb. Bestemming is Zagreb. En het beste wat die vrouw tegen mij zei, het beste van allemaal, was, je gaat nooit nog op zoek moeten gaan naar parkeerplek. Want die auto zet u gewoon thuis af en gaat vervolgens zichzelf parkeren. Ik dacht, fantastisch. Alleen als je de volgende ochtend moet gaan werken. Hè? Hij rijdt hem zijn eigen godverdomme weer al gezegd. Kom dan uw buren tegen. Welke, ga maar een auto gezien. Ik loop hier al 2 dagen rond. Peter, heb jij aan de auto gezien? Ik heb een jaar loopbaanonderbreking gepakt. Ik zie mijn vrouw niet meer, mijn kinderen zijn weg. Waar is mijn Audi? Waar? Ene West-Vlaming, Zagreb, is dat nog daar? Rebecca, dat had er toch weer mee zullen zien, hè? Had weer oren. En als we dan toch allemaal gaan rijden in zelfrijdende auto's, dames en heren. We moeten niks meer doen. Gewoon instappen, onze bestemming zeggen en de auto rijdt ons er gewoon naartoe. Als dat zo is, hebben we dan eigenlijk nog ramen nodig in onze auto? Moeten we nog naar buiten kunnen kijken? Je moet toch niet letten op het verkeer. Is dat nog nodig? Kan schoon zijn, hè? Er gaat dan juist gezegd. Mijn god, het was dat of iets anders met een aardappel in de mond. Ik snap er niks van. Hallo hem! Niet met de zelfrijdende auto naar hier gekomen, denk ik. Heb je nog ramen nodig? Ik weet het niet. Oké, okay, misschien als je inderdaad, zoals gezegd, kan schoon zijn. Als je door een mooi landschap rijdt, door Frankrijk of zo, door de Alpen, dat je buiten kunt kijken en zeggen, kijk, wat een natuurpracht. Mooi. Maar hier, in dat plat, saai land van ons. Ik zou dan toch willen dat er een functie in zo'n auto bestaat dat je je ramen tijdelijk kunt vervangen door een scherm. En dat je misschien een filmpje kunt zien. Netflix, je mails checken. YouPorn. Shit, ik wou tube zeggen, maar het kwam eruit voordat ik het wist. Daar breng ik het meeste van mijn tijd op door, dames en heren, op YouPorn. Ik ben nu 43 jaar en mijn pornoverslaving is nog even erg als vroeger. Het begint alleen zieliger te worden. Dankjewel, andere zielige pornofans. Iemand die praat voor ons. Met een arm door vier. Het is verschrikkelijk, man. Ik heb mezelf onlangs betrapt bij het masturberen. Ja, dat was nou niet dat ik zo... in de supermarkt. Sorry. Ik had mijn kop nog vergeten dat hem niet vast kon. Zo, dat was het niet. Hè. Ik zat thuis en ik had mijn iPad op de tafel gezet. Ik was mijn eigen zo goed aan het afjassen. Hè. Dat is een goed woord, hè. Afjassen. Hè. Kunt u het u direct al voorstellen? Zo, jasje aan, jasje uit. Jasje aan, jasje uit. Hè. Moeilijker bij moslims en joden. Hè. De jas gaat niet aan! Dat krijg je ervan als je denkt dat je het beter weet dan God. Denk je niet dat hij in slaap gevallen was? Wat was ik vergeten? Oh, te veel vel om die peet. Nee, verdomme toch. Ach, de gelovigen vinden er wel wat op. Katholieke priesters, ja, ze passen in kinderen. Ieder huisje heeft zijn kruis. Oh, man. Maar ik was mijn eigen aan het afrukken. Vol een bak aan het gaan. Naar YouPorn aan het kijken. En ineens keek ik opzij. En plotseling zag ik mezelf onverwacht in de spiegel. Ik weet niet of u dat al overkomen is. Hè? Maar ik moet toegeven, ik zag er niet half zo sexy uit als dat ik dacht dat ik er op dat moment uit zag.
Dat was vrij ontluisterend. Dat was ook... En ik zag mijn eigen... Dacht, holy shit, man, met die pyjama broek op die knieën. Zo, die balkjes met dat grijs schaamhaar. Zo, dat zielig piemeltje. Dat buksje over die broek. Die baard op 6:30. Dat haarscheef, die bril. Ik zag eruit als een of andere gore pedofiel. En ik begin ook naar de zieligste dingen te kijken, man. Als het me naar stoem en pieten leidt, dan klik ik dat al aan. Onlangs was ik aan het kijken naar een filmpje dat ik dacht, Alex, nou wat zit er nou aan het zien? Het was een lesbisch filmpje. Twee vrouwen, allebei naakt. Eén rechtopstaand, de andere op haar knieën. En die rechtopstaande had een voorbinddildo om. En die op haar knieën was die voorbinddildo aan het pijpen. Mensen die nu in de lach schieten, begrijpen de futiliteit van de hele zaak. Hè? En die stond er ook, oh my god, suck my cock, suck it, oh, it feels so good, suck it. Die op haar knieën, yeah, I'm sucking your cock, it's so hard, oh my god. It's good. Die had zoiets van, dat is een stuk plastic. Nee, maar ik voel die niet. Wat zijn jullie aan het doen? Er is niks aan de hand, letterlijk. Steek er dan een broodrooster tussen, dan vliegt er nog een stuk toast op het einde van de rit. Hebben we nog iets aan gehad? Ik heb al slecht acteren in de slaapkamer gezien, maar dit sloeg alles. Ik heb ook al slecht geacteerd in de slaapkamer, hoor. Nou, dames, hebben jullie geen patent op ze? Ex van mij zei dat ooit tegen mij. De laatste keer dat wij vreden, heb ik mijn orgasme gefaked. Dus ik en ook. Alsof dat wij dat niet kunnen. Come on, man. Alsof dat wij dat niet kunnen. Vorige week zei ik dat in een zaal en er riep een gast... Hoe? Vooral de wanhoop in je zijn stem. Dat ze zei, hoe? Ik wil het al jaren weten. Blijf gewoon pompen totdat ze in slaap valt. Hè? Tuurlijk kunnen wij onze orgasmes ook faken. Tuurlijk dat. Je pakt gewoon die schouders vast. Je gewoon een klein beetje rapper. Tada! Zo moeilijk is dat niet. Zo moeilijk is dat niet. Wat gaan we doen, dames? Checken? Toch iets beneden dat daar je toch. Want ik hoorde al iemand in de zaal, hè. Wij kunnen ons orgasme ook faken. Nee. Tuurlijk wel. Er zei een vrouw in de zaal, zei dat ook. Dat kan niet, Alex. Mannen kunnen hun orgasme niet faken, want mannen ejaculeren bij het klaarkomen. Niet altijd. Een man ejaculeert niet altijd tijdens een orgasme. Zeker niet als je die een dag al 38 keer hebt afgerukt. En de eerste keer dik smeug sperma, zo ver het oog reikt, hè. De tweede keer de overschot. Iets minder, maar toch nog een mooie viscositeit. Hè. De derde keer dan wordt het een beetje zielig. Zo van dat doorschijnend vocht dat er zo wat traag uitsijpelt. Alsof je prostaat zegt, oké, Modijs was het liste voor vandaag, hè, vriend. Maar daarna wordt het alleen maar pijnlijk. Hè. Dan wordt het purper, dan wordt het rood, dan krijg je brandplekken, dan komt er stof uit. Als er bloed uit komt, moet je stoppen. Heb ik van horen zeggen. Ik heb het dan toch nog één keer gedaan. Zo'n stuk ruggengraat door mijn Piet. Ik meteen naar mijn dochter. Kijk, een eenhoorn. Kijk! Een nieuwe Pokémon. Pokémon, gotta catch them all. Het is wel een beetje een raar zicht, zo'n bot door uw nakel. Maar met een hernia is wel pakken beter vrede. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar ik kreeg al angstvisioenen van de toekomst. Hè? Dan mezelf in mijn zelfrijdende auto met dat scherm naar porno aan het kijken. Zo, binnen 20 jaar, nog ouder, nog meer versnellen. Bestemming bereikt. Nee, nee, bestemming nog niet bereikt. Nee, nee. Dat scherm weg, heel mijn familie voor de auto. Het huwelijk van mijn dochter kreeg een hele andere dimensie. Hallo, lieverd. Ik had beloofd dat papa zou komen.
Wat hebben we nog gekregen van de Adolf buiten Hugo Boss en de autobaan? Volkswagen. Volkswagen. Een wagen voor das volk. Destijds een betaalbare auto in slechte economie, zodat alle Duitsers zich konden verplaatsen over de autobaan. Fantastisch. En ik heb zelf een Volkswagen. Ik rij met een Volkswagen diesel. Die van de Schummel-software. Ja, want Duitsers en schadelijke gasuitstoot, het blijft toch moeilijk. Ik had bijna verwacht dat de CEO van Volkswagen Duitsland zou gezegd hebben: we hebben dat niet gewust. Dan was de cirkel rond geweest. Wat is wel een coole auto. Ik heb zo'n Volkswagen Beetle, zo dat mannelijk versie, niet met dat bloemetje in. Zo, die beetje Johnny Bakske zo. Zo, een Porsche, maar dan met midden eruit geknipt. Zo daar. Zo, je gaat zitten en je zit met je gat in de koffer. Fantastisch. Geweldige auto. Vinnig bakske, rijdt snel. Heel cool. Als ik in Antwerpen door de Jodenbuurt rijd, vertoont hij wel wat rare kuren. Begint dat stuur zo in eerst wat naar rechts te trekken. Begint hij GPS op mij te roepen. Joden, kapot maken, vergaan, vernicht dat ze huizen. Die ruitenwisser. Wow, kalm. Ik kon nog maar net een chassidische jood op een fiets ontwijken. Vloog die portier van mijn auto vanzelf open. Nu had de steen bijna gemist, toe amateur. Sorry, Wilhelm, sorry. Temperamentvol bakje. Ik stond vandaag in de post, echt gebeurd, en er kwamen twee chassidische joden naar mij. Die zo... Zeg, ja, Alex, dat nieuw? Zeg, ja, wij zijn mega fan. Kijk eens steken. Vertel dat niet voort. Fantastisch. En al die schadelijke gasuitstoot, dames en heren, van die Volkswagens. Hè? Misschien was dat wel een deel van Hitlers endleuzel. Misschien had hij het al gepland. Over the next 70 years, I shall slowly gas the entire planet. En zo lost hij meteen het fileprobleem op. Wat een visionair was dat toch, die jaren. We zullen je missen. Trouwens, onze eigen Adolf Hitler van den Aldi heeft een tijdje geleden ook weer een geweldige post op Twitter gezet. He? Philip de Winter. Wie dacht dat ik hier Bart de Wever bedoelde? Wie? We zijn in Antwerpen direct daar rechteraan. Kalm, vriend. Rustig, jongen. Ik moet toegeven, ik stoor mij enorm aan de berichtgeving in de media als het gaat over Antwerpen. Hè? En vooral als het gaat over Bart de Wever. Ik ben geabonneerd op De Morgen. Dat is mijn dagelijkse dosis ergernis. Een Gentse schaatkrant. Dat is een hele dag lang dat die alleen maar aan het zagen zijn over Antwerpen. En vooral over Bart de Wever. Maar iedereen doet dat in de media tegenwoordig. Ah, de Wever, een nieuwe Hitler. Het is net de jaren 30 in Antwerpen. Het is verschrikkelijk, terwijl dat slaagt nergens op. Bart de Wever is helemaal geen fascist, dat is geen racist. Dat is geen Adolf Hitler. Dat is gewoon een oersaaie, oerconservatieve, vervelende vent. He? Een verzuurde, vervelende vent, dat is iets anders. Dat is die gast van vroeger op feestjes dat zei: niet te veel alcohol, he? En je muziek niet te luid, want anders komen de buren klaar en gedruipt de wijgen. Ik hou wel hem allemaal in doog. De sfeerspons. He? De dier. Je gast dat als ze mijn kamer binnenwandelt, dat je zo... Wat was dat? De sfeer. Het is gedaan. Hij is er. DJ, snel naar huis. Hè? Dat is hem. Je weet waar ik al van wist, dat kon een nakel worden. En tada! Maar dat is geen fascist, dat is iets helemaal anders. Hè? Ik snap ook niet dat mensen dat zeggen, zeker journalisten die mijn leeftijd hebben, die de jaren 80 hebben meegemaakt. Dan weet je toch dat je dat al gezien hebt. Dat oerconservatief gedoe. Dat was Groot-Brittannië in de jaren 80, Margaret Thatcher. Hè? Amerika in de jaren 80, Ronald Reagan. Dat was dat. De Wever gebruikt zelfs al dezelfde slagzinnen. Allemaal. War on terror. War on drugs. Poverty is a crime. Arme mensen zijn gewoon lamzakken. Die moeten maar een job zoeken. Kansarmoede is onzin. Het ontmantelen van vakbonden. Zodat de macht alleen maar ligt bij de rijke zelfstandigen. Hey! En...
En de mega multinationals, dat soort dingen, dat hebben we allemaal al gezien. Zelfs het begin van de N-VA, dit, weet je het nog? De V, zelfs dat is hem gaan halen bij Thatcher, die bij Churchill. Hè? Einde van de Tweede Wereldoorlog, V for Victory. Dan kwamen de Falklands in de jaren 80, Thatcher, V for Victory. Ik weet niet of u de Falklandoorlogen nog herinnert. Klein eiland aan de kust van Argentinië, dat eigenlijk van Engeland was. Niet echt, maar hè? Je weet wat ik bedoel. Ineens hadden de Argentijnen het lef om dat terug in te nemen. Wat? Direct Engeland er naartoe, een paar schaapherders overhoop geschoten. Hè? Dat moet voor de Schotten de tijd van hun leven geweest zijn. Oeh, sagen sheep and killing foreigners. This is the best holiday I've ever been on in my life. It's fucking great. Let's break in the bagpipes and have a party. Dat moet toch ook het meest gestoorde instrument zijn ooit uitgevonden? De doedelzak. You'll take a tartan sack, we'll stick a couple of pipes in it. And when you're blowing it, it sounds like you're strangling a cat with barbed wire. It's great. We'll put on a funny skirt and march around while we're blowing it. Wat een gestoord volk, man. Maar dat was het. V for Victory na de Falklands. En dan kregen wij N-VA met V voor... Maar wat stond dat? Niemand er nog? Verandering, inderdaad. Verandering. En dan is dit ook veranderd. Hè? In de healthy. De healthy, de helpende hand. Een symbool dat de buitenlanders ook herkennen als... In deze discotheek, kom, dan ga je niet in. Hè? Een duwtje in de rug van de trap af. Hoppakee. Hè? Geen probleem, maar dat is niet fascistisch. Dat is te kortzichtig. Dat is gewoon oer-conservatief en saai. Hè? Alles waar ik tegen was als kind. Je weet dat hij het punkers haat. Je weet dat hij het metal haat. Je weet dat hij alles haat dat niet... Oh nee, je draagt die weg niet. Er zijn grenzen, hè. Mensen die dat zeggen, er zijn grenzen, hè. Kapot maken met een bottenlepel, man. Echt. Vertrouw het voor geen kloten. Geen en een ervan. Er zijn grenzen. Terwijl fascisme, racisme, dat is de Philipsen rayon, hè. Philip de Winter, hè. En hij houdt het vol, dames en heren. Hij krijgt zelfs respect omdat hij het zo lang volhoudt. Tijdje geleden is hem geïnterviewd door Humo, 5 bladzijden lang. En ze lachten hem zelfs niet uit. En dat bevestigt weer een van mijn vele nutteloze theorieën. Dat als je iets lang genoeg volhoudt, dat je er automatisch respect voor krijgt. Hè? Philip de Winter, vale racist. Ja, maar al 53 jaar. Chic, allee, ja. Een volhouder, kunt op rekenen. Hè? Terwijl Philip de Winter had een tijdje geleden een post op Twitter gezet over... weet dat nog? Dat was vorig jaar, denk ik, ergens. Dat is een tijdje geleden. Maar ik vond dat zo boeiend dat ik dat toch heb onthouden. Dat reuzenspektakel in Antwerpen. Weet je nog, hier op het theaterplein, dat er zo'n oma-reus in lag te slapen. En zo van die grote houten reuzenpoppen die zo vasthingen aan touwen en aan katrollen. Zo. En die oma-reus in werd dan wakker en die ging dan op zoek naar een zwarte jongensreus, hè. Prachtig spektakel. Duizenden Vlamingen zijn er naar komen kijken. En daarover tweette Philip de Winter het volgende. Als die zwarte de handtas van de bomma maar niet pikt. Je moet het hem geven en je hebt een gevoel voor humor. Hè? Maar dan denk ik, kom aan, Philip, je gaat toch niet meer verkozen worden. Hè? Uw tijd is voorbij. Allee, ik hoop het althans toch. Hè? Ik zou hem willen beletten dat hem nog verkozen wordt door hem nog racistischer te maken. Dat is nog toffer. Ik wil er zelfs voor gaan schrijven. Ghostwriter, onder de naam Heinrich von Himmlerstein of zo. Weet ik veel. Hè? Maar dat kan beter. Je kunt meer volk beledigen met je tweets. Als die zwarte de handtas van de bomma maar niet pikt. Maar we weten allemaal dat negers te lui zijn om te stelen. Daar heb je een Marokkaan voor nodig. Bam! Voilà, nog meer volk beledigd. Hè? Fantastisch. Raar applaus. Je kunt nog verder gaan. Hè? Een neger aan een touw. Dat is lang geleden. Hashtag de KKK is altijd oké. Misschien is het dan zo racistisch dat we eindelijk stoppen met hem serieus te nemen, maar ik weet niet of dat gaat helpen eigenlijk, tegenwoordig. Hun posters worden ook maar zieliger en zieliger. Hè. Die laatste heb ik echt keihard mee gelachen. Uw stok achter de deur. Zo potlood achter de deur.
Een potlood breekt direct in twee, dat is altijd een Dan denk ik, kom aan, Philippe. Plak nu eindelijk gewoon de poster die je al wilt plakken vanaf het moment dat je de partij hebt opgericht. En dan zullen we het kaf van het koren scheiden, dames en heren. Hangt gewoon Vlaams Belang, makakken buiten. Benieuwd wie dat er dan nog op kost hem. Waarschijnlijk de helft van mijn zaal. We zullen het nooit leren, dames en heren. Het is om zeep. Het is om zeep. Ach ja. Toen ik aankondigde dat ik terug met comedy ging beginnen, dan moest ik heel veel interviews doen. Met journalisten, met kranten en met tv en zo. En vooral toen ik de titel van mijn nieuwe show aankondigde. Unfinished Business. Mijn godde, de journalisten ejaculeerden bijna in hun eigen gezicht. Alex, Unfinished Business. Wat een geweldige titel. We begrijpen perfect wat je bedoelt. Want 3 jaar geleden keerde je comedy de rug toe. Om je te gaan concentreren op de muze van de muziek. Maar al die vreselijke situaties in de wereld hebben je gewoon terug het podium opgeroepen. Want je moet er iets over zeggen. Je kan niet zwijgen. De artiest in jou moet nog een ei leggen. Het is nog niet gedaan, Alex. Je hebt nog ongedane zaken. Je hebt nog unfinished business. Ik dacht, boh. Je moet u eigenlijk een beetje meer concentreren op het business-gedeelte van de titel. Als in het geld was op. Vandaar de prijs van de kaartjes. Je mag dat applaudisseren, ik kom water al. Unfinished business. Wat is je mening, Alex? Vroegen ze allemaal. Wat is je mening over al die vreselijke toestanden in de wereld? Ik dacht, dat is wat de wereld nog nodig heeft. Hè? Nog een mening. Want ik denk toch elke dag bij mezelf, hadden mensen maar eens vaker een mening ergens over? Iedereen zwijgt altijd. Dat is zo raar. Als er iets gebeurt, hè, ik zou echt eens willen weten wat iedereen in de wereld daarover denkt. En de gullen dat ook niet. Man, dat is waanzin hoeveel meningen dat er zijn. De godganse dag lang, je wordt alleen maar bestookt met meningen. Als je nog eens een krant openslaagt, een objectief artikel, dat bestaat niet meer. Elk artikel is een veredeld opiniestuk. Alles dat je leest. Hè. En wij wandelen rond met een telefoon op zak die krachtiger is dan de computer die de eerste mensen op de maan heeft gezet. Ik hoop dat je dat beseft. En wat doen wij ermee? Ah, wel, ik ben te lang om te typen dat ik tof vond. Stuur gewoon een duim. Ding. Duim. Maar ik vond het kago. Ik kon zo'n duim sturen. Zo'n duim. Ik zou willen dat ik zo'n scherm had, dan kon ik de grootste duim van de wereld sturen om duidelijk te maken hoe cool dat ik het vind. Jezus Christus, man. Heel, we hebben ook allemaal Facebook en Twitter Tourette. Hè? Moet nog maar één ding gebeuren en wij denken direct, oh, dan moet ik iets overschrijven. En het eerste dat eruit komt, een beetje verbale diarree neergetipt. Hè? Dat is het. En omdat het neergeschreven staat, lijkt het op een echte mening. Geweldig, man. En wij doen alsof wij alles weten over alles. Ik werd er ook zo zat van dat die journalist dat om mij vroeg. Alex, wat is jouw mening over Zaventem en die vreselijke dingen? Dat ik dacht, wie denkt er dat ik zin? Ik ben 2 stappen verwijderd van een rode neus en toeters onder mijn schoenen. En je weet het. Als ik hier vanavond was opgekomen, Antwerpen! 3/4 van de zaal had waarschijnlijk gedacht, ja, dat zat er aan te komen, hè. Dat was maar een kwestie van tijd. Hè. Wie denkt er dat ik zin? Onze meningen. Op wat zijn onze meningen trouwens ook gebaseerd op desinformatie? Hè? Want de kranten en het nieuws probeert natuurlijk bij te benen met sociale media, maar dat gaat allemaal veel te snel. Dus dan staat er iets in de krant en de volgende dag hebben ze door dat eigenlijk niet klopt. De aanrandingen in Keulen, het waren zeker geen vluchtelingen. Een dag erop blijkt dat het er toch waren, maar we wouden niet racistisch overkomen, dus we hebben het verzwegen. Het waren vluchtelingen. Een dag daarop blijkt toch geen vluchtelingen te zijn. Dag daarop toch wel, dag daarop toch niet, dag daarop ze zagen bruin. Is dat ook goed? Kunnen we daar mee leven? Desinformatie en wij
doen alsof dat wij alles weten over alles. Terwijl ze dus eerlijk tegen uzelf. En ik heb het ook over mijn eigen hier. Hè. Waar weet jij echt veel over? Hoofdredacteur van de Morgen, dames en heren. Waar weet jij echt veel over? Nee, maar eerlijk zijn. Ik en ook, juist hetzelfde. Wij allemaal. Ik stel mij niet boven jullie. Absoluut niet. Waar weet jij veel over? 9/11. Uw job, misschien? Iemand zei 9/11. Hè? Misschien is dat iets dat u interesseert of waar dat jij mee bezig bent. Dat jij bestudeert het. Een sport, hè? Voetbal. Ik ben een polo van, ik ken er alles van. Weet ik veel. Iedereen weet wel iets over iets. Maar als je ons hoort discussiëren op Twitter of op café, dan weten wij alles over alles. Alleen, dat is niet zo. Maar dat mag de andere niet weten. Dus dan blijven wij tegen elkaar opkakelen. De oorlog in Syrië. Erdogan. De vluchtelingencrisis. De Brexit. En die andere denkt, dat, maar jongen, die kakelt nogal. Die weet precies goed over waar het aan bezig is. Laat de wagen niet kennen. Allemaal tegen elkaar roept, terwijl dat aan het hopen zijn, valt niet door de mand. Want je weet niet over wat je bezig bent. Stelt geen moeilijke vraag, stelt geen moeilijke vraag. En dat is het. Een hele dag lang. Wat is jouw mening, Alex? Wat is jouw mening over Zaventem? Wat is mijn mening daarover? Zal ik mijn mening erover geven? Ik heb er geen mening over. Ik was bang. Toen ik hoorde dat dat gebeurde, die ontploffingen in de terminal van Zaventem. Ik was bang. En vlak daarna nog een bom in de Wetstraat. Vlak daarna nog een bom in het buitenland. Ik dacht, mijn God. Het is een georganiseerde groep jihadis die erop uit zijn om heel onze samenleving onderuit te halen. Om ervoor te zorgen dat wij alleen nog maar beslissingen gaan nemen vanuit angst. En dat gaat alleen maar erger worden. En we zijn nergens veilig, want ze zijn overal. Want ze zijn overal, want ze zijn georganiseerd. En toen kwam ik erachter dat er normaal gezien 5 bommen hadden moeten ontploffen in Zaventem. Maar ze kregen er 2 niet in de koffer. Niet zo georganiseerd als ik eerst had vermoed. Of gevreesd. Ik had er geen bij gewist. Oh, zit die dan op zijn kant? Ja, die koffer gaat nog altijd niet dicht, dat zie je toch. Er zitten er 3 in, die 4e gaat er niet in. En die 5e dan? Er is nog een 5e of wat? Wie heeft die een taxi besteld? Ja, de mo. Als je die naar de nachtwinkel stuurt voor een pak saffen, dan vergeet hem dat pak saffen. Waarom heb je dat aan de mo gevraagd? Had dat aan de ma gevraagd? Dat gaat er niet in. Wat gaan we dan doen met die 2 bommen? Ik weet het niet. Zet die terug op het appartement. En er gewoon laten staan, of wat? Ja, het is niet dat wij nog terugkomen, hè. Niet zo georganiseerd, hè. Maar nog altijd wel gevaarlijk, dames en heren. Zelfs niet georganiseerde zotten, dat zijn de gevaarlijkste van allemaal, want die kunnen niet voorspellen, hè, man. Maar wat denk ik erover? Wat is mijn mening erover? Jouw mening over de islam, bla 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 bla. Ik weet het niet, man. Ik heb geen idee. Deze show zou een pleidooi moeten worden voor de zin ik weet het niet. Zou eens wat meer moeten zeggen eigenlijk ook. Hè? Man, als je dat tegen iemand zegt in een discussie, dan ontploft hij zijn kop. Ik denk dan in de situatie van Erdogan. Ja, want je gaat de vluchtelingen niet in. En wij moeten dan altijd maar ja zeggen tegen Erdogan. Dat is op de vluchtelingen los. Wat denk jij ervan? Ik weet het niet. Nee. Dan mocht de trapste niemand kapot. Gewoon zeggen dat je het niet weet. Want ik weet het niet. Want waarop is mijn mening gebaseerd? En zoals ik al zei, op halve kennis, op het diagonaal lezen van een Wikipedia-artikel, op dingen opvangen die mijn intelligentere vrienden allemaal zeggen in conversaties. Dan luister ik naar wat die zeggen, dan denk ik, die zullen het wel weten, want die zeggen dat met meer autoriteit dan mij. En ik onthoud dat en dan reproduceer ik dat. Dat is wat mijn mening is. Dat en een hele hoop emotie ook. Dat merk ik in discussies. Ik ben enorm emotioneel. En dat is ook heel afhankelijk van mijn stemming, mijn mening. Nog zoiets. Als ik mij goed voel, dan ben ik de meest tolerante man op de planeet. En als ik mij slecht voel, heb ik momenten dat zelfs Marc Dutroux tegen mij zou zeggen, allee Alex, ne pas si extrême, hè. Come on. Denk aan de kinderen. Alle katholieke priesters, doen wij hoor. Maar come on, man. De simpelste dingen kunnen mijn mening volledig beïnvloeden. Het weer.
Het weer. Het goede weer is, was de voorbije weken, man, dan denk ik, altijd goed gezind. Goeie weer, zonneke, shortje, t-shirt, zonnebril. Voel ik mij fantastisch. Dan hou ik van iedereen. Zie ik een jonge moslima bij mij in de buurt rondlopen met haar kindjes, dan zwaai ik naar die kleine mannen, die zwaaien terug. Ik doe zo kiekeboe naar die kleinste. Hè? Die mama, die herkent mij. Hé, hey, zit jij die komiek? Ik zeg, ja, racist, dank u. Of als ik zo 7 jonge Marokkanen zie voorbijrijden in een auto en die roepen naar een vrouw op straat. Hé, hey, meisje, meisje, kom maar poepen. Dan denk ik, kom op, gasten, pak ze maar eens goed. Want die gasten leven tenminste nog vanuit hun ballen. Er zit nog een beetje warmte en hitte in. Wij met ons koud klimaatgezaak. Ja, mijn naam is Alex, ik hou van sterrenkunde. En ting, einde van de speeddate. Dank u, bel mij, gelieve. Hallo, mijn naam is Alex en ik hou van sterrenkunde. Terwijl die gasten dat is, ik wil poepen. Wie wil er poepen? Waar wil poepen. Wie heeft er een notto? Rashid en een notto. Allemaal in de Rashid zijn een notto. We gaan poepen. Fantastisch. Fantastisch. We kunnen nog veel leren van moslims, maar hoe die omgaan met oude mensen bijvoorbeeld. Hè? Als grootmoeder en grootvader te oud worden om voor zichzelf te zorgen, worden die meteen opgenomen in de familie. En als oma en opa iets zeggen, dan wordt er gezwegen en er wordt respect getoond. Want die mensen zijn ouder, die hebben langer geleefd, die hebben meer ervaring. Dus die verdienen aandacht en respect. Wat doen wij met ons al, mensen? Als de bomma 2 keer hetzelfde zegt, ik kom niet naar de supermarkt. Wel, ik denk dat ik straks eens naar de supermarkt kom. Dat is, oh, dat is Alzheimer, hè. Come on, de Nomin. Weg ermee. Daar hebben we geen tijd voor, hè, man. We hebben werk. Hè. Ik moet nog gewoon crossfitten. Geen zeven, hè. Godverdomme. I have things to do. Weg met die oude rommel. We kunnen nog veel leren van moslims, dames en heren. What the fuck was dat? Dan weet je zo wat de ratio ongeveer is in mijn zaal. Kunnen nog veel leren van moslims, hè? Het goede weer is. Maar dan regent het. Ik sta 's ochtends op. Grijs, donker, regen. Ik voel mij niet goed. Mijn rug doet zeer. Ik adem in. Die 2 katten zitten om aan te zien van volgens mij zit er een muis in die gast. Ik kom naar beneden, mijn dochter begint ogenblikkelijk tegen mij te praten. Mijn vrouw ernaast. Ze heeft al de koffie weer opgezopen. 'S morgens ben ik zo aanbetaald van. Hè. Ik ben slecht gezien, zit in de zetel, het is donker, het is aan het regenen. Ik ben aanbetaald. Ik sla de krant open en ik lees een artikel. Moslims eisen dat alle kwikrestaurants halal worden in Frankrijk. En ik lose mijn shit. Wie denken die, godverdomme wel, dat die zijn? Wij zijn geen moslimland, waar moeten wij daar rekening mee gaan houden? Dat is maar 10% van de bevolking. En die gaan eens even eisen dat al ons vlees halal moet zijn en dat wij geen varkensvlees mogen eten, omdat ze dat niet willen eten. Wie denken die wel, dat die zijn? Wij zijn geen moslimland, wij zijn godverdomme een christelijk land, dat ik ook haat, maar dat mag geen kloot eruit, want dat is tenminste onze klootzakken die dat ik mag haten. Dus ik heb geen zin in die onzin. Wat is de volgende stap? Dat we sharia-wet gaan implementeren in de Belgische grondwet. Iets dat trouwens al werd voorgesteld in Groot-Brittannië. Het soort voorstellen dat ook altijd komen vanuit linkse, progressieve, politiek correcte hoek, waarvan dat ik denk, net jullie zouden beter moeten weten. We hebben 100 jaren moeten strijden voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, min of meer. Hè? Dat homo's en lesbiennes mogen trouwen, dat die kinderen mogen adopteren. En dat gaan we allemaal uit het raam smijten, omdat we een klein groepje fanatiekelingen niet willen beledigen, die de klok 1600 jaar willen terugdraaien, zodat we allemaal met kamelenkak naar elkaar kunnen smijten. Oké, tot daar aan toe dan nog. Maar van ons hamburgers blijven ze godverdomme met hun poten af. Er mag geen bacon op de Big Bacon. Geen bacon op de Big Bacon. Dat is varken, dat eten wij niet. Geen bacon op de Big Bacon. Er ligt bacon op de Big Bacon. De clue zit in de naam van de hamburger. Big Bacon, daar ligt bacon op. Als je die bacon eraf haalt, wat blijft er nog over? Een big, en dat is ook weer niet goed van alle bacon. En vooral dat gebrek aan vertrouwen in ons dat daarvan uitgaat.
Doe quick restaurants adverteren hun hamburgers al jarenlang als 100% puur rundvlees. Rund, koe. Nee. Niks aan de hand, dat moet je gewoon eten. Wij geloven dat niet. Hoe geloof dat niet? Wij geloven dat niet. Gewoon draait er varken in om ons te kloten. Ja, tuurlijk dat. Want daar zijn we wel mee bezig. Hè? Want wij lopen een hele dag lang te denken, wat kunnen we weer doen om de moslims te beteren? Want dat is nou een volk dat nooit niet rap kwaad is, vind ik. Dus ik denk dat het nog eens tijd is dat we ze iets verzinnen. Want we zijn een hele dag lang bezig met moslims. Al ja, tegenwoordig hebben we al bijna geen keuze. Want stel dat we eens 2 seconden niet met jullie bezig zijn, dan blaast uw eigen weer ergens op in een terminal. Dan snijden we die in zo'n kop af op YouTube. Maar we zullen altijd met u moeten bezig zijn. En wat denk je dat ons antwoord is op die vlaag van terroristische aanvallen? Wat is ons duivelse plan? We zullen ze een beetje varken in dat rundvlees gaan draaien. Daar zullen ze niet van terug hebben, die smerige terroristen. Ze zullen veranderen in varkens. Varkens! Zijn dat al een zot? Ja, maar wij weten niet wat voor vlees dat er in die hamburgers zit. Wij weten ook niet wat voor vlees dat erin zit. Wij eten bikkieburgers erin. Godverdomme, nog geen vlees. Neffen geleden. En wat zitten jullie te zagen over hamburgers? God, het pakt altijd een kingfish. Ik heb het wel gezien. Pakt uw kingfish, stekt hem in uw mond en shut the fuck up. Pak eens een sla, dan wegen uw kinderen geen 110 kilo. Dat is als ik een hele slechte dag heb, dames en heren. Dan neem ik last van mijn hernia, dan denk ik zo. Als het goede weer is, dan denk ik, ach, geef alle moslims een halalburger in de Kwik of in de McDonald's. Waarom niet? Geef de Joden een kosherburger. Geef de Hindoes een Hindo-burger. Dan zijn we allemaal gelukkig. Kunnen we allemaal naar de Kwik gaan samen. Allemaal een hamburger eten, hand in hand. One nation under a giant. It is beautiful, ladies and gentlemen. It is how life should be. Serieus, strijders. Het goede weer is. Dan denk ik, wat doen wij verkeerd? Hè? Een vraag die we ons eigen misschien wel eens moeten stellen, ik weet het niet. Wij zijn een van de meest welvarende landen op de planeet, met een van de beste sociale systemen op de planeet. En toch wonen hier mensen die zich zo benadeeld en verongelijkt voelen, dat die zich gaan bekeren tot een extreemste vorm van een bepaalde godsdienst, om hier dan weg te trekken en te gaan vechten in een oorlog waar ze niks mee te maken hebben, om daar zelfs te gaan sneuvelen. En dan denk ik, wat doen wij verkeerd? Zijn wij echt zo racistisch? Zijn wij echt zo'n vreselijke mensen? Dat is een vraag die we ons eigen misschien wel eens mogen stellen. Hè? En vooral, wat kunnen we er nog aan doen? Kunnen we het tij nog doen keren? Kunnen we het nog omdraaien? Is er nog dialoog mogelijk? Lukt het nog? Kunnen wij dat opbrengen voor elkaar? Of gaan we maar met onze koppen tegen elkaar blijven botsen tot dat uiteindelijk heel de boel ontploft? Ik weet het niet. En ik wou dat je een antwoord had, maar hier ga ik weer pleiten voor die mooie zin. Ik weet het niet. Wat denk ik dan? Het goede weer is. En dan regent het. Een rugdossier, ik heb een beetje last. Hè? En dan lees ik zo'n pretentieus opiniestuk van Yves de Smet, Hugo Kamp. En hij zegt, als we allemaal een beetje toleranter geweest waren voor die jongens hier, dan zaten ze misschien niet in Syrië. En dan denk ik, oh, is dat zo? Meneer Yves de Smet zal een socialistische ruggengraatloze vat. Hè? Want ga even mee. Ik ga weer geen vrienden maken met deze stuk hier. Hè? Maar ga even mee met mijn theorie. Hè?
Ik denk niet dat het zo implausibel of zo ver gezocht is wat ik zeg, maar kan ik stellen dat als jij wegtrekt uit België om te gaan vechten in Syrië, waar jij met je iPhone een filmpje opneemt waarop jij te zien bent die in het midden van de straat met een zwaard iemand zijn kop aan het afsnijden is, terwijl iemand naast u in een Antwerps accent roept: snijd zijn kop eraf! Kan ik er dan van uitgaan dat er meer mis met u is dan dat jij al eens geweigerd bent dan een discotheek of tien? Kan ik ervan uitgaan? Kan ik ervan uitgaan dat discriminatie niet hetgeen is dat u daartoe heeft aangezet? Hè? En ik wil niet zo pretentieus zijn van te denken, hè, dat ik kan zeggen wat het is om racistisch behandeld te worden. Ik weet dat niet. Ik weet niet wat die jongens hier elke dag moeten meemaken. Ik weet niet hoe vaak dat die daarmee geconfronteerd worden. Of hoe kwaad dat je daarvan kunt worden. Dat snap ik ook allemaal. Maar ik weet wel wat het is om gepest te worden. Als kind werd ik vroeger gepest op school. Klein, mager, klein manneke, grote bril, pubersnor. Hè. Ik kreeg van iedereen klop. Ik werd altijd uitgelachen. Ik ben gaan trainen. Ik ben karate gaan doen. Ik heb er iemand op zijn bakkes geslagen. Ik heb geblet. Ik heb alles gedaan. Hè. Ik snap dat ook als er iemand tegen een Marokkaan zegt: hey, volle makak. En je slaagt recht op die zijn bakkes en eet hem groot gelijk. Maar ik heb nog nooit een moment gehad op school dat ik dacht: nu doe ik een bomgordel om en ik blaas mijn eigen op in de zaal. Fuck je allemaal! Dan slaagde een paar stappen over. Kunnen we het daarover eens zijn? Dan is het niet helemaal juist in de kop. Dan klopt het niet helemaal. Hè? Want dat gaat ook niet over moslims. Dat gaat over een soort volk dat gewoon graag mensen pijn doet. Iedereen kent er een. Zo dat klootzakje die geeft hem dan niet in een drank, hè, want je weet nooit wat er gebeurt. Den dier. Hè? Je ook al, hij moet weer voorkomen. Den dier. Dat is dat type. Dat is dat soort gast. Dat heeft er niks mee te maken. En oh mijn god, hoe goed is het nu? Hoe prachtig is het voor dat soort mensen? De professionele slachtoffers. Degenen die zich zo misnoegd voelen over de wereld. Het leven is zo oneerlijk dat ze gewoon andere mensen moeten gewoon kapot maken. En mijn god, ze hebben iets dat het nu legitiem maakt. IS, dames en heren. Islamic State. De meest succesvolle vorm van franchising sinds McDonald's. Elke eenzame, gestoorde, gefrustreerde gek is maar één telefoontje verwijderd van een heilig strijder. Want geef toe, hè, een terroristische aanslag eist 89 doden in Nice. Klinkt toch een klein beetje beter dan eenzame gek rijdt in op massa met vrachtwagen. Belt de IS-hotline en het komt allemaal goed. We keuren het goed. Je bent nu jihadi. Gefeliciteerd. En dan noemen ze ons land in het buitenland een failed state. En wij verschieten ervan. Dan denk ik, come on, wat doen wij met de ouders van geradicaliseerde Syrië-strijders? Wij maken er reality celebrities van. Als ik met deze show één ding kan verwezenlijken, dames en heren, laat het dan zijn dat dit de allerlaatste seconde is dat er nog aandacht besteed wordt om Dimitri fucking Bonting. Ja, dank u wel. Dank u wel. Een man die maar twee dingen gedaan heeft in heel zijn leven. Eén, zijn zoon niet opgevoed en twee, het woord Jeroen nooit leren spelen. Jeroen Bonting. Ook niet echt het scherpste potlood in de doos. Hè? De Jeroen. Als Jeroen was gaan sneuvelen in Syrië, was het gemiddeld IQ van België waarschijnlijk met 10% gestegen. Hè? Ze zijn meestal een beetje agressief en niet heel slim. Hè? De jihadis. Alleen jammer dat alle andere moslims er dan het kruis voor moeten dragen voor dat soort gezeik. Ik word er onnozel van, man. En die dappere strijders, overal dat, daar word ik ook helemaal onnozel van. IS met al hun gezangen, de dappere strijders. Die dappere strijders die gestorven zijn in de heilige oorlog tegen het goddeloze Westen. Die dappere strijders. Dappere strijders. Je hebt niet één dapper ding gedaan.
Dat was allemaal het lafste dat je wagen kunt inbeelden. Wat hebben die gedaan? Zichzelf opgeblazen in een terminal van een luchthaven tussen mensen die klaar stonden om op reis te vertrekken. Op een concert van Eagles of Death Metal in Parijs in Bataclan binnenwandelen en met machinegeweren mensen omver maaien die met een pintje naar een rockband stonden te kijken. Met een vrachtwagen inrijden op een massa mensen, waaronder vrouwen en kinderen, die naar vuurwerk aan het kijken waren. Dappere strijders. Er was er zelfs ene in Pakistan die zichzelf heeft opgeblazen in een pretpark in een kleutertuin en die zijn enige slachtoffers waren kleutertjes. Dat ik denk, hoe gaat je dat uitleggen wanneer die daar bovenaan komt? Hallo, Allah, ja, ze waren me veel. Ik was omsingeld, klein, maar veel. Paniek, ik heb geduwd. Sorry. Moet Allah toch ook denken, wat een debiel. Ik had wel gezegd dat de Koran het laatste woord was, maar ik kon dringend een herdruk moeten uitbrengen, want mijn volgelingen snappen er geen kloten niet meer van. Die worden allemaal zat. Dappere strijders. Fuck you. Wandelt met een kebab met zijn neo-nazi-meeting binnen. Dan zit een dappere strijder. Ja. Dat overleefde niet en met wat chance pakte nog wat racistische nitwits mee. Dus hey, iedereen wint, dames en heren. De wereld wordt een beetje luchtiger. Dat denk ik dan, dat het slecht weer is. Het goede weer is, denk ik, ach. Als je ziet dat studies hebben uitgewezen dat 90% van alle problemen van de mensheid te wijten zijn aan overbevolking. En ik kijk dan naar mezelf en al mijn vrienden. En wij blijven maar kinderen maken en maar kweken. En je ziet al die mensen die rondlopen, allemaal zwangere buiken. En dan denk ik, ja, dan zijn wij niet een onderdeel van de oplossing. Hè? Dan is die gast die niet eerder een onderdeel van de oplossing. Hè? Dankzij Anders Breivik meer parkeerplaats. Dat is op mijn goede dagen, hè, man. Moet niet vragen. Ik hoop dat er trouwens 2 paracommando's voor de deur stonden, want dat laatste stukje, als ze dat op tv gaan uitzenden, kon ze nodig hebben, denk ik. Ik wil ook 2 paracommando's, begot, waarom krijg ik er geen? Hè? Alle Joodse instellingen in Antwerpen krijgen 2 paracommando's, staan overal voor de deur. Alle Joden krijgen 2 paras en ik niet. Waarom niet? Ik wil er ook 2. Ik voel mij ook bedreigd. De Joden 2, ik kan ook 2. Come on, man. 9 sportpaleizen, 1 holocaust. En heel Antwerpen loopt vol, hè? Vol paracommando's. Je ziet ze overal nu tegenwoordig. Ze is al gewoon, hè? In camouflage kleed hij. Boah! Amai, waar komt de guy niet eens vandaan? Krijg je nog een hartaanval? Dat had ik u niet gezien. Ik zou pas onder de indruk zijn van die in camouflage kleed, hè? Als u een sergeant zou roepen: Mark, Peter, uw shift zit erop. En dat er een lantaarnpaal en een brievenbus wegwenden. Oh, eindelijk. Dat werd tijd. Of zo'n stuk trottoir met een hondendrol erop. Zo. Ah, ik dacht dat er geen eind aan deze dekselse dag ging komen. Zo wandelen paracommando's trouwens. Ze zouden het moeten, vind ik. Maar ja, ik zal ze kunnen gebruiken, denk ik, de paracommando's. Want er zijn ook mensen die mijn grappen niet leuk vinden. Hè? Die zijn er. Mongolen, nee. Maar de meeste moslims vinden mij grappig. Ja, heel veel jonge gasten die mij tegenkomen, altijd die roepen van alles normaal, zo, altijd mijn grappen. Zo, hey Alex, 50 euro is 50 euro. Hey, is this play? Hey, iPad, hey. Zo, al die dingen, altijd cool. Ik was onlangs aan het wandelen op de Dageraadplaats in Antwerpen, een plein in Antwerpen voor de mensen die niet van Antwerpen komen en de kijker thuis. Maar ik liep met mijn dochterke rond en er was een groep jonge Marokkanen aan het voetballen. En allemaal van die jonge sportieve gasten, 17 jaar zo. Een van die gasten herkende mij en die kwamen allemaal op mij afgelopen. En ik was ineens omsingeld door 7 van die atletische jonge beren. En ik stond er met mijn dochterke en ik dacht, dit kan alle richtingen uitgaan.
En die gast tegen mij, zeg, jij bent toch die komiek, hè? Ik zeg, ja, ja, ja. Ga me ook toch grappen over moslims, hè? Ik zeg, ja. Ik mag eens iets vragen. Zit jij niet een klein beetje een racist? Waarop de gast naast hem, die zijn broer bleek te zijn, het volgende zei. Racist. Dat is Alex Agnew, jongen. Die lacht met iedereen. Sorry, Alex. Dat is de Mongool van de familie. True story. True story. Je kent die toch, je kent die toch. Dat is Alex Agnew. Alex Agnew, die van de jodenmoppen op YouTube. Jodenmoppen. Oh, jodenmoppen. Bangelijk lachen met joden. Smeermappen. Alle joden, klootzakken. Ja. Ja, dames en heren. Racisme, het is niet enkel een blanke aangelegenheid, hoor. Alle rassen ter wereld doen aan racisme. Maar zoals gewoonlijk doet het blanke ras het gewoon beter. Maar die gast stelde wel een coole vraag aan mij. Die zei, Alex, mag ik eens iets vragen? Waarom lachte jij met ons geloof? Heb jij geen respect voor ons geloof? Want dat kwetst ons. Waarom lachte jij ermee? Ik bedoel, als ik zou lachen met God en Jezus, wat zou jij ervan denken? Ja, dat zou mij geen hol interesseren, want ik geloof niet. En die zei, hoe, jij gelooft niet? Ik zeg, ja, ik geloof niet. Hoe, jij gelooft niet? Jij gelooft in niks of wat? Je moet toch ergens in geloven? In wat geloofde jij? Zeg, Satan. Zijn reactie was fantastisch. Satan, Satan. De duivel. De duivel. Geloofde jij in de duivel? Dat is de slechterik. Zeg, ga zot. Waarom geloofde jij in de slechterik? Zeg, de slechterik, daar ben ik nog niet zo zeker van. Joh, als je gaat kijken hoeveel mensen dat er doorheen de geschiedenis gestorven zijn in de naam van Satan... En je gaat dan optellen hoeveel er gestorven zijn in de naam van onze God, de Joodse Yahweh of jullie Allah, dan denk ik dat Satan er verre weg als de tofste van de ploeg gaat uitkomen. Die zijn reactie was geweldig. Maak ik een selfie mee, ja? Voilà, het probleem was opgelost, dames en heren. Af en toe moeten we gewoon eens tegen elkaar praten, man. Dan lost er veel meer problemen op dan dat je alleen maar zo wat ideeën over elkaar hebt. Maar ja, er zijn natuurlijk ook moslims die mij niet leuk vinden. Die bestaan ook. Jammer maar helaas, hè. Bepaald type meestal ook. Lange gewaden, baard, kalasjnikov. Hè. Moeilijk. Meestal zijn dat ook gewoon jonge gasten. Spijtig genoeg. Ik vind dat altijd jammer. En ik merk dat ook als die mij voorbij wandelen en ik zie dat die mij herkennen, maar die roepen niks. Dan weet ik altijd al, oh-oh, stront aan de knikker. En meestal wachten die tot ze net ver genoeg weg zijn en dan roepen die zoiets naar mij. Hey, kontneuker! Ik dacht, on occasion... I do like to travel the mines of Moria from time to time, young Frodo Baggins. Ze noemen mij niet voor niks aan Alex Agnew. Maar als ze wachten tot ze ver genoeg weg zijn om dan iets naar mij te roepen, dan weet ik meestal dat ze niet willen vechten. Dat ze gewoon iets willen roepen om mij te beledigen. En ik dacht in dat geval... kan ik mij wel aan een kleine respons wagen. Kontneuker! Zeg, ja, vorige week in het Stadspark met uw broer. 50 euro is 50 euro, hè? Drie weken met een stoma rondgelopen. Maar... mijn god, het was het waard. Een goede grap mag vriendschap. Oh, man. Wat een rare belediging ook, hè. Kontneuker! Homo! Van Jeannette! Ik denk... ik weet het niet. Ik denk dat ik hetero ben. Ik heb dat uitgelegd thuis. Dat is moeilijk. Pa, ik moet iets zeggen. Zeg het eens! Moeilijke dag thuis. Oh...
kantneuker. Voor zover dat ik weet, ben ik hetero. Maar ik heb al wel gemerkt dat mijn seksuele voorkeur ondergeschikt is aan mijn ego. Ik moet dat uitleggen, hè. Ik zat op café met een maat van mij, ook een comedian. Hè? En die is homo. En we waren met twee aan het drinken en we waren ook al goed zat aan het worden. En in de typische arrogantie van de hetero die denkt dat hem elke homo kan krijgen, zei ik het volgende. Hé, hey Nathan, zie dat we niet te zat worden, hè? Want wie weet wat gebeurt er vanavond nog. Waarop de Nathan antwoordde, en dan gaat helemaal niks gebeuren, zei Alex, want jij zijn mijn type helemaal niet. Ik was keihard op mijn teen getrapt. Ze zei, oh, ik ben uw type niet. Wat wilde daarmee zeggen dat ik uw type niet ben? Ik zie het toch nog redelijk goed. Allee, man, ik ben bijna 44, ik kan nog skinny jeans aan. Hè? Dat kun je niet van iedereen zeggen. Die een dikke rosse lillekort waar je vorige week mee naar huis ging, die was wel knapper als mij. Of, hè? En trouwens, ik zei, godverdomme Alex Agnew, ik heb 9 keer Sportpaleis uitverkocht. Je zou blij moeten zijn dat ik met jou wil poepen. Wat denk je wel dat je zegt? En ik zou u trouwens beter pijpen dan te zien er wie anders. En toen ik die zin uitsprak, zei er iets in mijn kop. Pardon? Maar ik kon niet meer stoppen. Mijn ego was aan het gaan. Hè. De Nathan, allee, Alex, hoe kun je nu zeggen dat je mij beter zou pijpen? Je hebt toch nog nooit iemand in je leven gepijpt? Ik zeg... Nee, maar... Ik zou er godverdomme voor gaan trainen. Hè. En ik zag het al helemaal in mijn kop. Zo'n Rocky-montage uit de jaren 80. Hè, met een ijzeren bar. Ik mijn eigen aan het optrekken. Met een dildo hier. En ene daar. Twee gaten tegelijk trainen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Keelpoep, keelpoep, keelpoep. Pompen op één arm op twee vingers. Terwijl ik een Poolse kielbasa worst. Deep throat tot aan mijn navel. Hè. Ik zou thuis een vaginaballen in mijn kont steken, zodat ik mijn gluteus maximus zo hard kon trainen, dat als hij mij anaal nam, dat ik mijn kont zo hard kon samenknijpen, dat al het bloed van zijn penis even terug in zijn hersenen schoot en hij voor één seconde dacht, ik ben hier een man in de kont aan het neuken, is deze niet tegen de natuur? Hè? Ik zou trainen om mijn keel en mijn kont zo wijd open te zetten dat ze elkaar aan het zwassen aan het nuffen zijn en hij komt klaar dat hem zijn sperma door mijn gat in zijn eigen bakkes blaft. Ik zou godverdomme de beste homo aller tijden zijn! Wel dat er waarschijnlijk wel een moment zou zijn dat ik op één knie zou zitten met een penis in mijn mond en zou denken, begint dat ego nu niet een klein beetje de spuigaten uit te lopen, Alex? Maar dan zou dat stemmetje in mijn kop direct terug beginnen. Hij begint te verslappen, Alex. Kom on, rapper. Niet lossen. Kom on, onze ballen. Prostaat. Dat hem zo hard klaarkomt dat hem de bril van de bakken afschiet. Kom on, je kunt het. Je simpele de best. Begin nu toch stilaan therapie te overwegen. Dat is geen comedy niet meer, dat is een aandoening. Ah, burkinis, alle. Of hoe maken we een probleem van iets dat voorheen helemaal geen probleem was? Hè? Hoeveel zag je er vroeger op het strand? 2, 3? Sinds dat verbod in Frankrijk, dat nu gelukkig al terug opgeheven is, maar... Hè? Het is zover. We willen het niet. En de verkoop is met 80% gestegen. Mijn god, ik had al goesting om er een aan te trekken. En of Frankrijk op het strand te gaan rondlopen. Er zit een piemel in mijn burkini. Er zit een piemel in mijn burkini. Er zit een piemel in mijn burkini. Hey, Macarena. Hey, fuck die bullshit, man. En die discussie slaagt ook nergens op, man. Niemand zegt waar dat het op neerkomt. Dat is juist het probleem. Heel dat gedoe, hè? De burkini is een nieuwe vorm van feminisme. En de andere mening is, nee, dat kan niet. Dat is onderdrukking van de vrouw. Dat moet weg. Die mogen dat niet aandoen. En wat is de waarheid? God is eigenlijk redelijk simpel. Is de burkini een symbool van onderdrukking? Zal ik erop antwoorden? Ja. Volle bak.
Geen gezaak, geen excuses, geen gedoe. Nieuwe nol allemaal dichtknijpen. Zet dat politiek correct stemmetje af. Laat dat allemaal gerust. Is de burkini een symbool van de onderdrukking van de vrouw zonder enige vorm van twijfel. Zelfs als die vrouwen zeggen, wij kiezen zelf om dat aan te doen. In een patriarchale, monotheïstische, totalitaire godsdienst die niks anders duldt dan vrouwen die onderdanig zijn aan de man. Net zoals het christendom, net zoals het jodendom. Al die monotheïstische godsdiensten met ene god die in het kaai moeilijk heeft met de vrouw en met seksualiteit, dat levert altijd van die vreselijke dingen op. Maar, en dit is heel belangrijk, het verbod op de burkini ben ik absoluut tegen. En mensen die zeggen dat dat een nieuwe vorm van feminisme is, hebben eigenlijk ook een klein beetje gelijk. Want je moet eens zien hoe het vroeger was. Kijk ook van waar dat wij komen trouwens. By the way, als we zoveel praat verkopen. 100 jaar geleden, als een vrouw een rok boven de enkels droeg, was het een hoer. Hè? En dan in de jaren 60 met een minirok, dan werden de ouders helemaal zot. Mijn god, onze dochters gaan hoeren worden. Hè? En nu zijn onze dochters briezersletjes, dus het zijn allemaal hoeren. Mijn god, maar daar gaat tijd over vooraleer die innerlijke hoer zichzelf naar buiten baant bij een vrouw. Je moet dat tijd geven, want het belangrijkste om de burkini, dames en heren, is wij kunnen niet beslissen dat die vrouwen moeten stoppen met dat te dragen. De enige die dat kon doen, zijn zij zelf. Je kunt niet mensen forceren om te gaan emanciperen. Daar moet tijd over gaan. 10 jaar geleden, als je een moslima op het strand zag zitten, dan was die helemaal ingepakt, zat die onder een paraplu, die ging niet in het water. Nu gaan die in het water, die hebben een spannend duikerspak aan, met een hoofddoek, en die amuseren hun eigen, die staan mee in het water met ons. Binnen een paar jaar, als ze nog wat verder emanciperen, dan wordt dat broekje een beetje korter, dan gaan die mouwen eraf, dan gaat er zo'n stukje tussenuit, dan wordt dat wat korter, deze wat korter, verdwijnt deze in de nol, worden dat driehoekjes, schot die een driehoek. He, die briezer in de dans, want ze kregen maar zin in Macarena. Nee, Macarena. Maar geef dat tijd. Geef dat tijd. En het gaat gebeuren. Die vrouwen zullen gaan emanciperen. Het is al duidelijk in Europa dat meer en meer moslima's gaan verder studeren, terwijl minder en minder moslimmannen gaan verder studeren. Meer en meer vrouwen gaan betere diploma's hebben, betere jobs, die gaan hoger geschoold zijn, die gaan meer geld verdienen en die gaan financieel onafhankelijk worden. En jongens, we weten allemaal wat er gebeurt wanneer een vrouw financieel onafhankelijk wordt, dan heb je geen klote niet meer te zeggen. Hè? Dat is heel simpel. Dan heb je geen klote niet meer te zeggen. Dan is het gedaan. En ik zeg, oh, ik kan niet wachten tot binnen een jaar of 100. Hè. Weet ik veel hoe lang dat erover gaat? Misschien even lang als bij ons. Kon er buiten in een minirok. Dat mag niet van Allah. Wie betaalt hier de rekeningen? Allah? Ik dacht het niet. Hè. Breezer, fuck you, lamzak. Hé, hey, Macarena. Hey. Laat dat probleem zichzelf oplossen, man. Geef het gewoon tijd. De burkini. Onderweer mensen zijn. Nee. Was dat nu links of was dat nu rechts, wat dat je zei? Ik weet het niet. Ook zo'n product van een onderontwikkelde geest, hè? Links en rechts. Dat zegt ook alles over ons als een specie. Dat we na de verlichting en na duizenden jaren hier op aarde nog altijd niet verder gerokt zijn dan twee richtingen. Links en rechts. Wat zeg je? Links? Ja, ik huppel altijd naar links. En wat doe jij? Ik marcheer altijd naar rechts. Welke mens is nu alleen maar links of alleen maar rechts? Dat zijn zo van die mensen die zeggen... Ja, ik luister alleen maar naar Bob Dylan. Dat soort mensen. Kapot maken met een bottenlevel. Niet te vertrouwen, man. Het enige probleem met links en rechts... Als ik het er dan toch nog ene keer over moet hebben... Dan is het dat rechts... altijd beter klinkt dan links. Wij zijn ook altijd veel meer geneigd om te geloven dat hetgeen daar rechts zegt waar is. Hè? Links lijkt altijd een beetje utopisch. Allemaal dromers, huppelend, hand in hand door een veld van hennep. Hè? Geweldig, met eenhoorns en trollen en bosgeesten. Fantastisch. Hè? Terwijl rechts,
die klinken altijd alsof dat ze een patent hebben op de realiteit. Hè? Op hoe de dingen echt zijn. Beginnen ook vaak hun discours met... Ja, maar in het echte leven. Hè? Dat soort dingen. En wij trappen erin. En vooraleer dat je denkt dat je er niet in trapt... Toen ik er straks bezig was over goed weer, slecht weer... Welk van de twee dachten dat mijn echte mening was? Ja, dacht ik dat zo? Dan worden je een serieuze minderheid in deze zaal. Want ik hoorde iedereen, oh ja, Alex, goeie weer, dat is allemaal tof. Ah, slecht weer. Nou, gewoon eens moeren wat dat hem ervan denkt. Zeg. Nou, zijn ik eens benieuwd wat zijn waarheid is. Terwijl je het gelijk, goeie weer, ik zou veel liever goeie weer, Alex, en man. Die houdt van iedereen. Maar rechts klinkt altijd veel aannemelijker. Dat is ook het probleem. Komt zelfs in The Matrix, hè? Waarin Agent Smith tegen Neo zegt... De allereerste versies van The Matrix waren perfect. Iedereen was rijk, knap en gelukkig. En dat werkte niet. Want de menselijke geest accepteert die realiteit niet. Human beings define their existence by misery and suffering, Mr. Anderson. En dat is hoe dat wij in elkaar zitten. Dat klopt ook. Maar dat is zo triestig, man. Dat wij daar niet van afgeraken. En vandaar kan ik maar eigenlijk komen tot één conclusie in deze show. Dus hier komt ze. De conclusie van de show. Zijn we klaar? Ik heb geen wetenschappelijk bewijs. Ik heb geen idee waarover ik bezig ben. Het is gewoon puur gevoel. Dus het komt niet zaken van... Nee. Het is gewoon een gevoel. Zijn we klaar? Alright, cool. Wij zijn het niet. Er begon er iemand te klappen omdat hij dacht... Ik moet doen alsof ik deze snap. En al de rest van de zaal, dan zullen dat ook maar doen, want ik wil hier niet achterlijk overkomen. He? Ik snap het, dat is een rare conclusie, maar ik geloof er wel in. Wij zijn het niet. He? Neandertaler was vroeger de dominante levensvorm op de planeet. He? De sterkste van ze allemaal, de slimste van ze allemaal. Die net vuur, stok, nu, steen, koor, steen, stok, bijl. He? Fantastisch, die was geniaal. He? Onze iets minder ontwikkelde neef. Fysiek sterker, maar een klein beetje minder slim. En wat is er gebeurd met Neandertaler? Die is verdwenen. Geassimileerd, die heeft gepaard met Homo sapiens. En die is uitgestorven, die is weg. Er vinden bijna niks meer van terug. Hè? Dat is gedaan, Neandertaler. Die is moeten vertrekken, want zijn tijd was om. Want er was een slimmere, meer ontwikkelde neef gekomen die de fakkel heeft overgenomen. En het wordt tijd dat dat nog eens gebeurt. Het is goed geweest met ons. Het is klaar. We moeten die slimmere neef hebben. Dat zeg ik ook gedaan, mannen. He? Je hebt gedaan wat je kon, met wat je had. Maar oprotten nu. We lossen het wel verder op. He? Een slimmere, meer ontwikkelde neef die tegen ons zegt... Allemaal goed, zo. Ik heb jullie net goede bedoelingen. He? Maar God. Allee, zijn jullie daar nou nog mee bezig? Met God? God heeft ons gecreëerd naar zijn eigen evenbeeld. Tuurlijk niet. Wij hebben God gecreëerd naar ons evenbeeld. Waarom denkt hij dat God zo'n idioot is? He? Waarom is dat zo'n vervelende nakel? He? Het almachtige, alwetende wezen. Zo gedraagt hij zijn eigen toch niet. Dat is heel de tijd. Jij mag dat niet, jullie mogen dat niet, jij mag dit ook niet. Die zijn fout, die zijn ook fout. Die moeten gestraft worden. Als je dat en dat niet doet, dan ga je op de hel. En je moet mij allemaal fantastisch vinden. Zeg dat ik fantastisch ben. Ik ben fantastisch. Op de zevende dag, dat is mijn dag. Ik ben fantastisch. Ik ben de beste van het allemaal. Dat is geen god als Donald Trump. He? Dus onze meer ontwikkelde neef die tegen ons zegt... God, dat is er niet, man. Dat is er niet. Er is een collectief bewustzijn. Dat is er, ja. Want er zijn stammen in het Amazonewoud die nooit contact hebben gehad met mensen. Maar als ze die dan toch interviewden, bleek dat die een hele ontwikkelde mythologie hadden... die heel hard lijkt op die van ons. Dus er is een soort collectieve geest. Er is een soort collectieve eenheid tussen ons... Als je een gelovige mens vraagt waarom dat hem gelooft, heel veel mensen zeggen, omdat ik geloof dat er meer is dan mijzelf. Dat is er ook. Wij. Wij allemaal. Hè?
Maar wij zijn als een cel in een lichaam. Zo zou dat moeten zijn. Eén cel is volledig uniek, is er maar één van. Is niet te vergelijken met die eender welke andere cel. Maar die moeten wel allemaal samenwerken. Want anders werkt mijn lichaam niet en begint mijn penis ongevraagd die vrouw hier lastig te vallen op de eerste rij. Zonder dat ik een idee heb wat er aan het gebeuren is. En wordt daar een hele moeilijke avond. Hè? Met mijn chance eindigt het ook direct op YouTube. Dus dat kan niet. Dus wij moeten weg. Wij moeten weg. Het is goed geweest, zoals David Bowie zei in het nummer Oh You Pretty Things, Gotta Make Way for the Homo Superior. Hè? En daarmee bedoel ik niet de Übermensch, maar daarmee bedoel ik de volgende stap in de evolutie. Een mens die niet meer bezig is met huidskleur, met afkomst, met geslacht, met armoede en rijkdom. Die en alleen bezig is met, we moeten deze planeet helen, we moeten ervoor zorgen dat dat allemaal terug goed komt, zodat we dan eindelijk kunnen gaan doen wat dat we moeten doen. He? Ruimteschepen bouwen, tijdmachines, het universum gaan verkennen. Let's see what's out there. En misschien vinden we dan eindelijk het antwoord op de vraag, wie zijn wij en wat doen wij hier en waarom zijn wij hier? Dan worden we eindelijk de goden die we voorbestemd waren om te zijn, in plaats van de holbewoners met pretentie in zelfrijdende auto's die dat we nu zijn. En Jennifer, dank u wel! Zet u nog even. Zet u. Je dacht toch niet dat ik ging eindigen met die pretentieuze bullshit zijn? Dat heb ik alleen maar gedaan om 5 sterren in de morgen en in de standaard te krijgen. Nou, kon ik er vlotjes 2 sterren terug afspelen. Als je de zon zijt, heb je geen sterren nodig. Yeah, bitches. Hè? Nu, ik moet zeggen, in mijn zoektocht naar materiaal, dan lees ik vaak dingen, probeer ik dingen te researchen vooraleer dat ik er een mening over heb. Hè? Probeer het eens. En weet je wat je dan gaat merken? Dat je er nog minder van snapt. Ja, dat is, ik begon te lezen over IS bijvoorbeeld. Dat had ik zo'n artikel gelezen. What does Islamic State really want? En dat was een fantastisch artikel. Ik denk, nu begrijp ik het, nu weet ik het. En dan bestond er een ander artikel dat zegt, dat artikel weet niet over wat dat bezig is. Hè? Want dat is dat en dat en dat en dat vergeten. En dat klonk even plausibel. En ik dacht, shit, terug naar af. Ik weet weer niks. Hè? Dus dat is moeilijk om een mening te vormen. En hoe meer dat je weet, hoe moeilijker dat wordt. Maar heel af en toe, in mijn zoektocht naar de waarheid, dames en heren, vind ik er ook een. Een onomstotelijke waarheid. Een waarheid dat een feit blijkt te zijn waar niemand iets tegenin kan brengen. Dit is er zo eentje. Naar het schijnt kunnen mannetjes varkens tot 30 minuten lang klaarkomen. Wist je dat? 30 minuten lang. Nou, dat is zeker een applaus waard. Is wie zo hard? 30 minuten lang. Kun je het u voorstellen, jonge dame, 30 minuten aan een stuk. Mijn god, man, dat die ernaast zit. Dertig minuten aan een stuk. Dan gaat het toch vanzelf al op uw handen en knieën zitten van, ach, doe wat je wilt, serieus. Ik zit met een soap op. Doe wat je wilt. We zaten met de Waldekst in. Eh? Schat, er komt door mijn neus. Ik zit vol. Doe de rest in de pomba. Kom aan. Sorry. Oh. 30 minuten aan een stuk. Niet echt de sterkste kant van de mannetjes homo sapien. Eh? 30 minuten aan een stuk. Wij zijn meer van die snelle ninja-neukers. Geluidsloos.
Rokt hem niet aan, zit er niet in. Terwijl vrouwen, dames, hè, als jullie klaarkomen, soms als jullie hard komen, kunnen jullie wel van die langgerekte orgasmes hebben. Met van die naschokken. Hè, als een aardbeving. Ah, oh, ah, oh. Stond ik al lang te pissen en was ik goed. Het is ook altijd een goed moment, hè, jongens, die eerste pipi nadat je bent klaargekomen. En dan moet altijd direct naar het toilet. Ik heb toch even rap om pissen, zo goed, het is weer gebeurd. Hè. En vooral dat gevoel van dat je pipi zich nog een weg moet banen door dat laatste restje sperma. Dat er, je weet wat ik bedoel, je voelt hem zwellen zo. Oh, als dat maar goed komt. Ah, alle chance, hè. Okay, geen probleem. Beeld ik me in dat die spermatozoïden zo aan de rand van de naken hangen. Waarom zijn wij de tunnel niet ingegaan? Omdat je weer te traag waart, hè, Frederik, gelijk altijd. Was dat? Oh my god! Yellow River! Yellow River! Zo, nu weten jullie meteen hoe ik klink wanneer ik klaarkom, dames. Een tijdje geleden nog een nieuw geluid geprobeerd bij mijn vrouw tijdens de seks toen ik klaarkwam. We zijn al 14 jaar samen en je moet het nog een beetje interessant houden. En ik ben er per slot van rekening, de man van de geluidjes. Allee, het is nou niet dat ik zo, oh, ik ga komen! En daar. Eén keer. Maanden gezeik. Stel dat voor. Oh, ik ga komen. Maar kijk, een helikopter. Goeie ik die er ook nog eens in. Waarom niet? Maar ik voelde dat ik ging komen en ik dacht, ik kon eens iets nieuws proberen. Ik weet niet waarom. Hè? Om haar te verrassen. Het beste is dat je haar op zijn hondjes neemt, want dan zie je het niet aankomen. Hè? En dat gebeurde spontaan. Ik voelde dat ik ging komen in plaats van de gewone. Oh, deed ik ineens. Je had die kop moeten zien. Dat was fantastisch. En ik keek zelf zo rond van, heb je dat ook gehoord? Topavond. Probeer het thuis ook eens, jongens. Het wordt een feest. Om mee te eindigen vanavond een verhaal uit mijn dagelijks leven. Mijn vrouw speelt heel graag poker met haar vriendinnen. Hè? En die doen dat zo om beurt bij elkaar thuis met een groep vrouwen. Het was zo één avond was het bij mij thuis te doen. En ik was thuis. En meestal maak ik dan dat ik weg ben. Maar ik had die avond niks te doen. Al mijn vrienden hadden iets onder hand. Matennaaien.be. En ik had geen optreden, dus ik zat daar. En ik heb het gezien, dames en heren. Vrouwenpoker. Ik heb het meegemaakt. En het was geweldig. Want dat is iets helemaal anders dan mannenpoker, hè. Al mijn vrienden spelen ook poker. Ik doe dat niet. Ik kan niet tegen mijn verlies. Hè? Het geval dat mensen denken, oh, dat zal wel meevallen, Alex. Nee, ik kan niet tegen mijn verlies. Dat is niet zo van, oh, dat is een beetje. Hè? Erik van Looy probeert al 6 jaar lang mij in de slimste mens te krijgen. En ik zeg, nee, ik doe niet mee. Ik meen het, hè? Elk jaar belt hij mij. Ik zeg, nee, ik doe niet mee, want ik kan niet tegen mijn verlies. En die zeggen, allee, Alex, Kevin Janssen zat er vorig jaar in. Die kan ook niet tegen zijn verlies. Die heeft zelfs, toen iemand commentaar gaf, omdat hij iets niet wist, met een glas water er naar gegooid. Ik zeg, Erik, als jij commentaar geeft, als ik iets niet weet, dan gooi ik niet met een glas water naar u. Dan snaak ik dat glas kapot en ik knaai haar keel over op nationale tv, terwijl ik de zotste dingen naar haar roep. Wie wist dat niet? Het kopschip. Heer, het varschap. Fuck ja. Ja. Nee.
Ik kan niet tegen mijn verlies. Legde er beneden. Maar mijn vrienden die spelen wel poker. Hè? En die allemaal serieus. Hè? Mannenpoker is allemaal kei serieus. Hè? Je hebt altijd zo een smartass om de tafel die er alles over weet. Je denkt altijd dat hem le chiffre is. Hè? Die er altijd zegt, ja, volgens mij heb jij een 14,7% kans dat er een grote strijd op de river valt. Ook altijd iemand met een zonnebril op voor een of andere reden. Hè? Omdat hem denkt dat we dat niet kunnen zien, dat hem liegt. Hè? Ook iemand met een cowboyhoed. Voor een of andere reden altijd iemand met een cowboyhoed op zit om te spelen. Texas Hold'em Poker, we zijn outlaws. Hè? Heeft waarschijnlijk ook nog een kaart in zijn laars zitten dat hem die op tafel kan zeggen. Iemand ziet het dan en zegt, jij, valsspeler, duel! Allebei naar buiten op de straat en dan slagen we elkaar af met een natte prei. Hè? Je weet wat ik bedoel. Mannenpoker. Hè? Terwijl vrouwenpoker, dat is een heel ander beest, hè, man. Dat is iets helemaal anders. Vrouwen die spelen met veel meer ballen dan mannen. Dat is niet normaal. Dat is inzetten en spelen en geld op tafel. En nog inzetten en nog meer geld. En nog gaan en dit en zuipen en smoren. Nog meer zuipen. En op een bepaald moment worden die allemaal ladder zat en beginnen die bedgeheimen met elkaar te delen. En die waren vergeten dat ik daar was. Ik heb dingen te horen gekregen over mijn vrienden die ik nooit had willen weten. Hè? En mijn vrienden ook over mij. Ik kwam de volgende dag op café, al mijn maten. U redt hem, nou, doe maar kalm, meneer. Pist is in mijn bakjes. Hè? Maar die vrouwen waren allemaal een boek aan het lezen, waar ze over aan het praten waren. Een boek dat ze geweldig vonden, mooie seksuele passages, zo opwindend. Het is zo mooi beschreven. En ze waren er zo enthousiast over, dat je er een beetje aan betaald van werd. Ik krijg dat dan. Als mensen zo te enthousiast over iets zijn, dan wil ik dat altijd zo'n beetje kapot maken. Dat is mijn vervelend karakter, ik weet het, ik kan er ook niet aan doen. Het is een aangeboren defect. Hè. En ik ben iets gaan doen met dat boek, trouwens. Ik ben aan tafel gaan zitten, ik was me aan het vervelen. Die waren over die boek bezig, die lag op tafel. Ik dacht, oh, ik kon er eens iets mee doen. En ik heb er iets mee gedaan dat ervoor gezorgd heeft dat al die vrouwen aan tafel voor de rest van hun leven al nadenken als ze die een boek lezen. En die een boek is voor altijd nog de klote. Maar ze flikken mij dat ook constant, man. Omdat ik een komiek ben, krijg ik constant van die filmpjes. Hier, deze moeten zien, Alex, kei grappig. Hoeveel dingen dat er voor mij al verkloot zijn geweest. Man. Ik kreeg onlangs weer zo'n filmpje toegestuurd van... Die hadden zeker allemaal gezien, van die YouTube-filmpjes. Van Engelstalige liedjes, waar je zo per ongeluk een Nederlandstalige zin in kunt horen. En vanaf het moment dat je die hoort, kun je dat nooit nog anders horen. En is dat nummer voor altijd nog de kloot. Je weet wat ik bedoel, hè? Zat alleen in een vuile kameel. Huh? Eeuwen geleden, kom met zout. Merci, hè. Mijn favoriet was We Rule van de We Papa Girl Rappers. Ken het allemaal. We rule, na-na-na-na-na. With a brand new fashion, na-na-na-na-na. We rule. En dan hoorde een gast roepen, Peter heeft het overleefd. Dat is nog de klote. Ik kan dat nooit nog anders horen. Altijd dat ik dat nummer hoor. Peter heeft het overleefd. Maar wat zingt hij nou eigenlijk echt? Ik weet het niet, maar de Peter heeft het overleefd. En dat is al dat ik moet weten. Ik ben gerustgesteld. Maar een dag kan voort. Het boek waar al die vrouwen over bezig waren... Nou, je zult wel weten welk dat is, zeker? Zeg het maar, welk denk je dat is? 50 Shades of Grey, inderdaad. Het was de Nederlandstalige versie. 50 tinten grijs lag op tafel. En ik dacht, ik kon dat boek verkloten voor die vrouwen. Ik was mijn eigen aan het vervelen. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb een van de seksuele passages uit het boek op bladzijde 206 voor de liefhebbers voorgelezen in de stem van onze teergeliefde clown Bassie. Daar droogt de foef vlotjes van op, kan ik u wel vertellen. Bij één vrouw liep er zelfs zand tussen haar benen uit.
Gieren cirkelden boven mijn huis. Of mijn vrouw vroeg iets, wie weet dat ook tegenwoordig. Maar om mee te eindigen vanavond, dames en heren, om jullie naar huis te sturen met een kleine glimlach, ga ik een van de seksuele passages uit het boek 50 Shades of Grey voorlezen in de stem van onze teergeliefde clown, Pasi. Deze is met afstand het onnozelste dat ik al ooit op een podium gedaan heb. Je had kunnen eindigen met dat intelligent stuk, hè, Alex. Ze stonden allemaal recht, man. Nee. Alright. Zijn we klaar? Here we go. Ik kan mij even in de bassie positie zitten. Dat is eigenlijk meer zo, maar... Oh, hé, man. Come on. Je droogde al een eindje. Basje wil neuken. Kom aan. All right, you ready? Oh, die eerste zin is al geniaal. Serieus. Okay, here we go. Come on, man. Wacht. Prijs voor lach van de avond. Oh, here we go, here we go. Klaar? Kanaal dood, Gosho. Wacht tot ze beet. Oké. Ik sta stijf van seksueel geladen verlangen. Hij kijkt me even aan. Hij schakt me verlangen in. Dan pakt hij me plotseling vast en draait me om. Dit overvalt me. En omdat mijn handen vastgebonden zijn, moet ik mezelf ondersteunen met mijn ellebogen. Oh, mijn magisch. Hij duwt mijn knieën omhoog op het bed, zodat mijn billetjes de lucht insteken. En hij slaat er met de vlakke hand op. Hart! Hart als je moederneuker! Ik schreeuw eruit en kom onmiddellijk klaar! Steeds maar weer een val onder me uiteen, terwijl die heerlijk in me blijft pompen, pompen, pompen. Als je een Arabische olie shake doet, die de gore klootzak. Kom, Bossie! Ik heb de namen veranderd. Nog een keer gromt hij tussen opeengeklemde tanden door. En ongelooflijk genoeg reageert mijn lichaam. Het trekt zich rond hem samen wanneer ik weer een hoogtepunt bereik. En zijn naam uitschreeuw. Adriaan!